since letting the enemy gain the upper hand, the early griffin gets the worm, as they say. Of course, Arisen. You may depend upon me. Was outstanding, if I do say so myself. Would that we might always be so in step, eh? Come to think of it, have you always pursued? Of the show. MVP you are! Think you're gonna miss? Oh! Yeah! 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 Oh! Wat is dit vet? Hebben jullie alles gezegd wat jullie wilden zeggen? Om heel eerlijk te zijn, ik was eigenlijk best wel sceptisch. Maar eenmaal in die game. Echt een volwassen verhaal. Die volwassen man. Die allemaal geno-lived hebben. Ben ik nou echt de enige persoon die dan heeft zitten huilen? Op donder. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Game King. Yes! Ken je Game King? Ja, zeker. Daarvan zijn we hier. Hoe lang ben je al part of the Game Kings family? 12 jaar. Veel gezellige mensen. Jullie zijn gewoon de mannen, man. Jullie doen het goed, man. Ja. Ja, ja, ja. Denk dit dat we er zijn? Volgens mij zijn we er. Of zijn. Ja, we kunnen maar er geen afkijken. We alleen heel zachtjes. Ja. Ja, we zitten in de game. Koos die gaat live een broodje eten en ik ga live spelen. Kan de chat op een andere scherm? Ik heb zeg wel, maar dat je die twee omwisselt? Voordat wij beginnen. Ja, top. Tekker. Ik heb een kleine... Topper. Cross. Tekker. Ik heb een kleine cross-pollination. Ja. Huishoudelijke mededeling. Nou, kom maar op. Als die het doet. Ik hoop het. Als die het meepakt. Want wij hebben... Dragon's Dogma. Vriendelijke vrienden van... MSC en onze vriendelijke vrienden van Dragon's Dogma 2, die scissoren in dit geval eventjes met een leuke deal. Namelijk dat als je een MSC monitor koopt, die je hier ziet, dan krijg je daar gratis Dragon's Dogma 2 bij. En
Het linkje staat ongetwijfeld in de chat. Dus iedereen al thuis die mij heel erg wiebelend op dit moment voorbij ziet komen. Oh nee, wacht. Ik ben daar. Hi. Die kan dit even checken. Als eventueel de link al in de chat gedropt is, zie ik hem. Ja, oké. En dan kan je dus genieten van en een nieuwe monitor. En koop jij die 34 inch voor me? Die QD OLED? Dankjewel. Die ziet er wel geinig uit. Ja. 1149 euro. Niet verkeerd. Is het wat, de wereld van OLED-monitoren al? Ja, zijn we er al? Daar zijn we nu wel, ja. Ja, zeker weten. Dan ga ik terug naar de game, want dat is immers waar we hier helemaal voor zijn. Ik ben hier voor jou. Is de regie er klaar voor? Ja. Kan ik even rustig overschakelen zonder dat er iets in beeld is? Nou, dat kunnen. En dan doen we dat ook. Ja, we zitten. Ja, ik ben gewoon maar verder gegaan met waar ik gebleven ben. En ik zal alvast beloven dat ik geen story dingen zal doen, maar gewoon, ja, als jullie met vragen zitten of ergens iets willen zien. Je had gisteren al in mijn stream een soort van vragenuurtje bij. Ja. Maar dan gaan we dat gewoon even leuk behandelen. Ja, ik zit nu een beetje midden in het levelen van mijn Mystic Spearhand. Mijn mystieke speerhand. En het mooie hiervan is, hij heeft een paar moves. Die zijn echt niet normaal. Alleen, nee, je wilde net al eentje laten zien aan me. Ja, alleen dat hadden we net niet goed de ruimte voor. We spelen trouwens op een laptop. Voor dit soort streams ben ik daar nooit de grootste liefhebber van. Maar het moest van OMJ, dus helaas. Ja, het liefst had ik natuurlijk op de dikke MSI-bak gespeeld. Denk jij ook? Zeker. Dan hadden we hem in zijn volste glorie kunnen spelen. Nu moeten we rekening houden met het splitten van HDMI's en dan weet ik veel wat allemaal. Maar laat dat de pret niet drukken, want wij zijn gewoon midden in dit stukje van bataal, deze wereld. En het is heel fijn. Ik kan alvast even laten zien wat mijn pawns zijn. Nou, we hebben natuurlijk Daan de Beuker, Dark Hero, ook volgens mij een YouTuber slash reviewer die... Maar moet je die recruiten? Of, ja. Maar gewoon, je kan die kiezen uit de lijst of je komt ze tegen of... Nou, ik kan straks laten zien nou ja, okay. Wat, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Dankjewel, David. Gezondheid. Dank. Kijk, met de Mystic Spearhand kan je jezelf eventjes een schild geven. Dat is ook wel fijn. En het mooie is, als je ze... waarschijnlijk gaat dat me nu niet zomaar lukken. Maar als die nou een beetje gestaggerd is... En ik vraag me af... Nee, is het een moeilijke niet. Game? Niet per se. Ik zag hem al hieten. Hij hiet hem ook de lucht nee, in. Ja, maar dat was alleen het effect. Ja, dat snap ik. Maar dat was echt de lucht in ook. Ja, dan gaat hij. Wooey! Maar dit is een soort van goals. Ja, het is gewoon home run. Dat is een fucking lijpe move. En zo zijn er een aantal moves van de classes die echt insane zijn. Ook bij de Sorcerer heb je een soort van... Meteor Strike, er gewoon echt meteoren naar beneden komen zetten. Mm-hmm. Ja, en ik speel vooral met Fighter. En dat is gewoon lekker steken, lekker prikken. Ik moet zeggen, dit is de eerste keer dat ik de game live gespeeld zie worden. Het ziet er mooi uit dan ik dacht. Nu ja, terwijl we hebben nu niet echt heel hoog staan per se. Nee. Daarom? Oh, die biggetjes zijn niet je vijanden? Nee. En Rise of the Ronin is er namelijk wel. Er is één stad die wordt gerund door een big. Serieus? Nee, vaak heb je wel dat die koeien die worden een beetje omgeven door een minotaur. Mm-hmm. Dus het zou kunnen dat we hier ineens aangevallen worden straks, maar ik vermoed het niet eerlijk gezegd. Wat heb jij een sick wapen trouwens, man. Ja, dit is dus het hele ding met die Mystic Spearhand. Je bent gewoon een soort van, hoe heet het? Darth Maul. Ja, ik zie het wel, ja. Gaat hij hoor? Maar weer tegen de muur. Boom! Hij is toch niet dood? Ja, hij is wel dood. Zeker wel dood. Ja, dat zag gewoon leek erop alsof hij het even had. Dat zijn gewoon lekkere attacks, man. Hè. Ja, dan maken we nog één broodje, mensen. Dat doen we nu met een eiersalade. De Penguin Trailer is online. Lijp. Wel te laat voor nerdculture helaas. Ik ben wel benieuwd. Ga je Dragon's Dogma alleen spelen of is het toch weer multiplayer? Nee, het is alleen single player. Maar alleen. Ja.
Oké, dat was niet handig. Terwijl als je aangevallen, als je geraakt wordt, dan word je wel echt altijd even goed gestaggerd. Dus, ja, dat heb ik ook in Rise of the Ronin. Coming this fall. Nice. Hij pakt hem niet. En dat is het kutte, weet je. Ik heb deze class heeft niet echt een makkelijke dodge of defend. Dus je moet eerst deze spel casten, wil je niet geraakt kunnen worden. Die down lijkt ook echt op je, man. Gaan we. Maar Michael zag het er vet uit. Dat is het belangrijkste. Cyclops. Omduwen. Duwen. Ja. Nou, dat is een flinke beuker. Dude, wat is dit een lijpe move? Ja, dit is toch sick. Maar je kan dus in al die grote enemies kan je gewoon klimmen. Wat? Meen je dat door zijn oog gaan prikken? Ja, hier. De tering. Oké, ik ben om. Ja, dit, daarom, we zijn al redelijk hoog level, dus dit zijn niet de allermoeilijkste meer. Maar dit is natuurlijk nog lekkerder als je met een fighter bent die wat sneller prikt. Nee, maar ieder game moet iets hebben. Bij Rise of the Ronin had ik zoiets van, ik wil alle wanden rood verven met het bloed van mijn tegenstanders. En nu heb ik hier al zoiets van, ja, ik wil fucking op een ogre klimmen en hem in zijn hoofd steken. Maar nagaan, als je op een griffin zit die weg wilt vliegen en dat jij op zijn nek zit en je steekt hem in zijn nek en hij stort ter aarde. Gewoon al meteen dit natuurlijk. Dat is wel... Of heb je geen glider in deze game? Nee. Alleen ja, er zit natuurlijk wel één dingetje in deze game. Dat is dat er... Oh, wacht. Dus ik moet even wennen dat die map, die zal wel hier zitten dan, ja. Wat is dit? Oh, dit is een... misschien moet ik dat even doen. Een nieuwe vocation. Nou, laten we die maar volgen. Maar er zit niet zomaar fast travel in deze game. Nee, dan moet je dus voor betalen. Dus als ik hier straks ben... Ja. En ik wil weer terug naar deze stad. Dan mag ik dit hele tyfus end. Dat toch echt al gauw. Hoe lang duurt dat ongeveer? Een kwartier. Jezus. Ja, een kwartier omlopen is niet mals. Als je dat al 5 keer hebt gedaan, dat stuk. Maar, is dat omdat de game design van deze game zo fucking bruut is dat je nooit geen moment verveelt? Of was dat gewoon een lulverhaal? Het schommelt er een beetje tussenin. Maar het zal niet komen doordat de wereld zo gigantisch interessant is. Ha, lekker voor je. Paard is €3,99, Draco. En wil je een iets sneller paard? €4,99. Nee, er is geen paard helaas. als ze bijvoorbeeld over deze brug zouden lopen... Ja, ik weet niet of het de meest verstandig is om dat nu te laten zien... maar ik kan deze brug kapot maken. Duurt een paar dagen voordat hij weer herbouwd is. En waarom zou je dat doen als je achtervolgd wordt bijvoorbeeld? Ja. Ja, oké. Lijp. Zo, dat was niet handig. Maar dat is gewoon een rekensom die je voor jezelf moet maken van een kwartier van mijn leven. Is dat €1,99 waard? Dan moet je jezelf afvragen. Ik wil straks even checken, want de grote vraag van mij is... Kan je ook fairy crystals kopen met de valuta die je kan kopen met echt geld? Ik dacht dat ik mensen zag zeggen van wel, maar misschien zit ik ernaast. Koos, heb je de Penguin van de Batman trailer al gezien? Nee. Echt, ik hoor net pas dat hij online staat. Dus zit ook helaas niet in nerd culture. Ik dacht dat hier ook een ogre was. Of een cyclops. Maar... Wat zijn, waren dat kippen die vast zaten in de berg? Ja. Doei, sukkeltje.
Zullen we maar gewoon even een kleine sprint trekken door... Ja, hele lijpe game, Witte de Wit. Ik speel die op mijn Steam Deck heel veel. Lekker. Vocation level up. Kan ik ook weer nieuwe skills equippen. Subject 17 vraagt aan je. Ja? Klopt het van de microtransactions? Ja, wat wil je er precies over weten? Wow, welke... Holy shit! Dezelfde guy, hoor. Hij heeft, hoe heet die fucking... Hoe heet die elf van Lord of the Rings? Oh, ja, nou, Orlando Bloom? Legolas! Hij heeft Legolas kapot geslagen! Oh, en daarom heeft hij dat voor zijn oog. Zodat jij hem niet kan steken in dat ding. Ja, daarom. En dus, dat, zo'n eerste klap, die vlekt hij ook. Kijk, daar gaat Dark Hero mijn mattie. Ik kan hem ook hangen. Ja, soms klimmen dus gewoon vier man tegelijk in eens op bezig. Even deze kleine motherfucker afmaken. Ja, het systeem is gruwelijk. Komt het geluid van de game alleen via de mic binnen? Want dan zet ik hem hier iets zachter en dan moet hij bij de regieset iets harder. En anders klinkt het een beetje kut voor de kijkers. Ik hoop voor... Oh, dat deed hij al daarnet. Oh. Oef. Ja, als je dus geen stamina hebt, dan strompel je echt weg. Totdat iemand je een beetje een schouderklopje geeft. Ja, dat heb ik dus de hele tijd. Kijk, zoals nu. In. Hij ligt dus half knock-out. En dan is het dus even... Oh. Duurt het dus even voordat je weg kan. Nou, Daan, geef me een set. Ik kan hem niet vertellen dat hij dat moet doen. Dat is wel een beetje jammer. Even kijken hoe hij het doet. Kijk, oh! Ja, gauw, duwen. Met z'n allen duwen. Helpt dat duwen? Ja, duwen. Wat? Wat een vet battle systeem, dude. Ja, daarom. Die combat is zo hard. En nu heb je zijn ding eraf geslagen. Ja. Ja. Maar hij gaat mij ook nu, ik denk, het is wel handig, grappig als ik het even laat gebeuren. Dat hij mij van zijn schouders afpakt en wegflikkert. Maar dat is a lot of damage. Emotional damage. Is dit co-op eigenlijk? Nee. Single player. Ik had wel te doen met Legolas, die echt gewoon tot moes werd geslagen daar. Oh, ik dacht ik doe even finishing move op hem. Hey. Kan die YouTube chat iets groter? Oh, groot. Ik kan het echt net niet lezen. Ik begin ook ouder te worden. Zo, inderdaad. Het kut is wel, als jij gegroept wordt op jou, dan ben je dus wel een beetje de lul. Dat is heel lastig om eruit te komen. Oh, dat is gewoon weer hier. Nou, oké, dat is niet interessant. In principe kan je hoe heet het? Ja, ik wou zeggen, in principe kan je die avatars van hun natuurlijk een plaatjes, kan je gewoon eraf knippen. Als we de naam zien, dan dat is al genoeg. Zo, wapentje. Betalibaitis. Jij moet mij echt een beetje op de hoog houden van de chat, want ik krijg niks mee als nee, ik daarom, zo in de game nee, zit. Ik probeer de chat eerst goed te krijgen, zodat we allebei kunnen lezen, maar het is een beetje altijd een geroezemoes om dat voor ja, te ja, jongens, dit is mijn... sowieso goed, joh. Ik zal even... Maar de laatste woord nog kunnen zien. Nice truc, zag ik net. Ik zal hem even laten zien. Hier is klein die. Klein stukje nog naar rechts. De beuker. Of naar links bedoel ik, sorry. Ander ik ben links. Dus niet helemaal... Jouw links, weet ik veel. Eens met... Yes, dit stop. Hij moet iets slikker, hè? Hij is iets te bulky. Qua gear. Nee, kijk, mijn gear is zeg maar heel smooth. Maar van hem is heel erg een soort van... een beetje de hound van Game of Thrones. Keihard, ja. Met zijn Turkse snor. Mm. Oh, zie je die... Ik zag die physics. Zie je die physics? Ik zag een jiggly boob. Dark Hero. Ik ga zo even naar de wc. Maar ik heb nu even geen andere gear bij me, want het is allemaal zwaar. En je hebt wel snel dat je aan je tak zit qua wat je kan dragen. Dus dat heb ik expres niet meegenomen. Een Akozaki, dat hebben we net uitgebreid besproken. Ja. Er wordt inderdaad gegamed op de laptop.
Maar op console is dit max 30 fps, toch? Ja. Zoiets hoorde ik. Zonde. Misschien kan je dit straks op de PlayStation 5 Pro 60 fps spelen. Precies. Oh kut, nu ben ik moe. Nu ben ik echt de Sjaak. Kijk, ik word gegangraped hier. Nou, dat komt toch goed uit. Nou, voor mij wordt het ook weer een druk weekendje hoor. Ik ga deze spelen voor het eerst, checken. Kijken of het wat voor mij is. En Rise Forbidden West. En natuurlijk, als ik nog wat uurtjes vrij heb, Rise of the Ronin. Ja. Yeah. Deze kan ik ook duwen. Want die had je op hem moeten gooien, toch? Ja, snap ik. Hey. Teringlaas. En nu word ik gewoon MK getrapt, hè? Die verzonde. Ja, je kan niet zeggen dat dit een game kut is omdat het 30 fps is, maar... Het gegeven van 30 fps is wel kut. Bijvoorbeeld Final Fantasy VII Rebirth, ja, die speel ik ook maar gewoon in de quality mode 30 fps. De beste ervaring tussen de performance mode en de quality mode, maar ja, jammer is het wel. En een hele vroege Formule 1 op zondag, ja, 5 uur. Ja, fuck off man. Ga je niet even voorop staan? Nee, ik ga wel gewoon om 8 uur opstaan en dan kijk ik de race vanaf het begin. Oh nee man, ik ga 5 uur opstaan. Ja? Ja, ik vind dat het juist altijd wel iets bijzonders. Wat, is dit een enemy? Ja. Een koeien fly? Ik heb mijn beperkte magic. Ik ga denken voor een barbarian. Genoeg beperkte magic om het wel te fixen. Nou, ik heb vanochtend niet de vrije trainingen gekeken. Die heb ik dan wel aan me voorbij laten gaan. Maar had je gehoord van Albon, een sergeant? Ja. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Voor de mensen die het niet weten. Alex Albon die heeft zijn auto in de prak gereden. Dusdanig. Dat hij nu met de auto van Logan Sargeant gaat rijden. En Logan Sargeant pech heeft, om het zo maar te zeggen. En ja, hij is ook de eerste rijder van het team. Dus die prioriseer je, maar... Ik heb even geen zin in dit. Voelt het fair? Nee. Maar ja, dat is topsport, toch? Ik bedoel, Logan Sargeant krijgt goed genoeg betaald om... Om zijn bek te houden. Ja, om zijn bek te houden, ja. Zo is het toch ook. Het is wel een heel confronterend moment. Nou, je weet je plek. Nou, maar alsof het confronterend voor hem is. Alsof hij niet wist waar zijn plek zit. Hij weet ook wel wat zijn plek is. Waarom? Zelfs binnen dat team. Dus ja, Nas Williams. Ja, je wil gewoon de beste, de beste resultaat kunnen behalen. Ja. Nou, en dat is 100% met Albon. Dus ja, het verdient misschien niet de schoonheidsprijs, maar ja, heel normaal toch. Ach joh, stik erin. Hoe laat is morgen de kwalificatie dan, jongens? Volgens mij ook om 7 uur, dacht ik. 7 uur 's ochtends. Dit hering. 6. Zas. Oh! Zas. 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 Of 7. Maar ze zeggen zaas. De tering, ja. Ik ga wel kijken. De derde vrije training, absoluut niet. Maar de kwalificatie is 6 uur. De tering, man. Het grote probleem is bij mij. Ik kan daarna ook niet meer slapen. Dus, ja. Hoeft toch ook niet, dan? Nou, het zou wel lekker fijn man. Zijn, maar... Het is gewoon klaar. Het lukt gewoon niet. Ik kan Daan de map een beetje showen, ja? Ik denk ja, straks... Hoor. In je bed kijken. Ja, daar hou ik niet zo van. Hier begin je. Of tenminste, dat is niet helemaal waar. Je begint eigenlijk hier. Dan word je daar naartoe geteleporteerd. Dan begint hier het verhaal. Dan ga je hierheen. Dan moet je vanaf daar hierheen. Dit is de hoofdstad. De capital. En van daaruit ga je eigenlijk een beetje langzaam daarheen. En van daaruit ga je weer langzaam terug naar het begin. En dat is waar we verhaaltechnisch heen gaan, maar nu even niet. Omdat ik zie dat ik ergens een
Vocation kan vrijspelen. Dus als dit het einde van de tunnel... Oh nee, dat is sowieso niet het einde van de tunnel. My god. Oh! Jezus. Harpies. Ik dacht dat je eraf sprong, dude. Ja, zij kunnen mij in slaap laten vallen. Ja, het ding is, die aanval, dan ga je gewoon naar zo iemand toe. Ja, dat was wel duidelijk. Oeps. Ik ga nu gepakt worden. Maar gelukkig hebben we Dark Hero, die trekt die bitch even naar ons toe. Lekker. Kijk, ik wil daarheen. Precies op dat eilandje wat je hier ziet. Ik ben niet voor immersion, Lajon. Ik ben niet voor immersion. Precies op dat eilandje moet ik zijn. Alleen, ik weet dus niet of ik dan weer naar beneden... Nee. De Claire Paul morgen, ja, ik hoorde wel dat hij het heel goed had gedaan in de tweede vrije training. Echt 4/10 los van Max. Was dat de... Nee, ik weet niet eens. Ik weet niet meer. Oh my god. Ik zat vanochtend met mijn hoofd bij Rise of the Ronin. Oeps. Ja, ik denk dat toch... Kan je zwemmen? Vraagt, nee. Nee, nog steeds niet? Nope. Waar de fuck moet ik nou heen, joh? Nog eens gewoon op 1 inderdaad, joh. Okay. Waren de verschillen niet heel klein? Was dat het niet gewoon? Ik had denk ik die twee vrije trainingen door elkaar. Nu ga ik ga het kijken. Het is makkelijk. Even checken. Formula 1. Ik denk dat ik deze kant op moet. Even kijken. Racing. Australia. Practice 2. Results. Leclerc. Ja, 4/10 los van Verstappen. Die was het snelst in de tweede vrije training. Uh-oh. En Norris was de eerste vrije training, maar ja, dat scheelde maar 200ste met Verstappen. Het lag sowieso allemaal heel dicht bij elkaar. Dit halen of Rise of the Ronin? Ja, is Rise of the Ronin een game met gebreken? Ja, zeker. Enemy AI is serieus? Af en toe echt... Zeg maar, de battles zijn er super bruut. Oh, maar Enemy AI is echt af en toe om te janken. En de graphics zijn soms prachtig. En soms ook echt hondslelijk. Dat is het een beetje. Maar ik heb er pas 5 uurtjes in zitten. Dus ik kan er nog niet al te veel over zeggen. Oké. Ik ben gewoon even kaart aan het weglopen van al die motherfuckers, want... I am not in the mood for fighting you little goblins. Oh, was dat omdat hij over die curb gleed, Don? Oh, nu staat hij er wel weer. Aha, kom eens. Maar heel eerlijk, dit voelt ook wel als een episch avontuur. Zeker. Het is alleen wel dat afstanden zijn... onnodig groot soms? Nou, niet onnodig. Dat is gewoon om je in de microtransactions te pushen. Ja, dat is wel waar. En er zitten gewoon... Ze proberen dingen met de game te doen zonder dat ze daar de game mechanics voor hebben. Goed voorbeeld wat wij in de review aanhalen is het hele sneaken. Ze willen dat je missies doet met sneaken. Maar er is geen game mechanic voor sneaken. Oh, ligt hij te slapen? Ja. Ja, dat is een beest. Maar ik had geen zin om die aan te vallen. Maar hij heeft wel zin om jou aan te vallen. Ja, dat is altijd zo. Nou, ik moet toch hier naar boven, maar ik zou even niet... Ik heb iets over het hoofd gezien, denk ik. Ja, ik was vroeger juist altijd een graphics hoertje conducteur. En ik kan absoluut genieten van mooie graphics, maar... Het maakt me oprecht niet zo heel veel meer uit. Ik vind framerate belangrijk, hè? Ja. Ja, al is het een traversal stutter, al is het een shaded compilation stutter. Dat gaat door merg en been. Ah. Ja, nee, dat doet me niet goed. Ik word daar niet vrolijk van. Waar is hier de gele verf? Hoe weet je anders dat je op deze rots kan klimmen? Dit gaat gewoon puur natuur, man. Ja, nep. Het is gewoon allemaal puur natuur, zeg maar. Krokodillentranen vraagt aan je, hoe zit het met de moeilijkheidsgraad van deze game? Niet moeilijk. Niet moeilijk? Nee. Oh. Tenminste, als jij zeg maar wat level
10 bent en je gaat een Griffin proberen te verslaan, dan wens ik je heel veel succes. Dat gaat je waarschijnlijk niet lukken. Maar als je eenmaal wel een degelijk level hebt, dan zoals ik nu ineens level 45 word nu schijnbaar. Dan is het echt easy peasy. Ik denk toch dat ik hier buiten, dat ik ergens een weggetje gemist heb. Nee, dat kan ik zou niet. Gewoon in het water duiken, man. Ja, maar het is weird, want... Ik weet niet of je deze rand gewoon zo... Je hier naar beneden laat vallen. Maar er is iets wat ik heel erg over het hoofd zie. Oh. Ik hoor een krommenier de trap aflopen. Denk ik. Daar kom je binnen. Daar moet je naar buiten. Dus je moet nog verder naar beneden. Ik moet dieper. Dieper de grot in. Het is weird, want de eerste keer dat ik hier doorheen liep, toen ben ik plots aan de buitenkant, of aan de andere kant van de grot beland. En dat was helemaal goed. Hmm. Nou, doe ik het een tweede keer, dan kan ik de route niet vinden. Dat is een beetje gek. Wat ik tot nu toe nog heb meegekregen van Rise of the Ronin, Rico, is het is gewoon je classic revenge story. Dit, je bent een Ronin. Dit eigenlijk ook. Ja, je bent een Ronin en je gaat revenge nemen voor je Blade Twin. Hier is het, er zit een pretender on the throne. En ondertussen gebeuren er onderweg heel veel dingen. Want het gaat natuurlijk om de reis, niet om de bestemming. Serieus, ik was al zo dicht bij het einde de hele tijd. Ik was gewoon de hele tijd al in de buurt. Wat voor een game is dit eigenlijk? Een computergame? Een open wereld actie game met... Hier en daar wat RPG-elementjes. Ik zou het geen RPG noemen. Het wordt ineens Death Stranding voor omgeving. Ja. Dialoog doet er niet toe. Personages doen er niet heel erg toe. Gewoon lekker af te rieren. Gewoon lekker beuken. Een lineair verhaal volgen. En genieten van de Pony combat. Wizard. Ik kan er wel inhuren. Alleen... Niet elke vrouw is te huren, Daan. Echt wel. Alleen buiten combat. Ze zegt nee. Nee, ze zegt niet nee. Oh. Ze zegt ja, let's go. But first let's fight, zegt ze. Zegt het niet hardop, maar zo voelt ze het wel. Zie je, dat ze weer de toxic masculinity van jou. Nee is ja. Oh, daar ga je, pik. Doei! Boom, twee tegelijk. Goh, wat lekker zeg. Zie je wel. I have a modest talent. Ze is nog gemodest ook. Als je erover opschept, is het dan modest? Als je zegt dat je talent hebt, dan ben je niet modest, nee. Oh, dit is iemand die heeft het niet goed voor elkaar. Wie is dit? Beck? Sorry, je hebt het niet goed voor elkaar. Beck heeft namelijk alleen de high flagration skill ge-equipped bij Emma. Dan kan ze maar één ding. Ja, daar vlammen werpen. Daar hebben we natuurlijk helemaal geen rol aan. Sorry, Emma. Your master... What the fuck? What? Super vet. Wow. Dat is een screen space buggy. Ik zie dat ik hier nog... Waarom heb je dat weggehaald, man? Je had niet op pauze moeten drukken. Je had door haar presence de hele fucking game gevoeld. Het was toch niet iemand uit Krommenie die je de trap afkwam? Oh, ik zou het zo vet vinden als ik hier een van die guys... Ja, ik wou zeggen, dat in het fucking lake kan mappen. Doe het. Zeg dat je het doet. Ja. Doei! Kijk hem vallen. Kilometers. We gaan even kamperen, jongens. Kamperen is heel belangrijk. Want zoals elk zelfrespecterende monsterjager, monsterhunter, vrij letterlijk, moet je natuurlijk eten en slapen. Want als jij niet eet en slaapt, dan kan je niet goed voorbereid aan de strijd beginnen. Dus wat doe je? Dan ga je koken. Bam, op het grilletje. Deze graphics zijn zo fucking realistisch. Fotorealistisch. Ik wou dat meer games dit hadden.
Insane. Ik heb nu wel zin in... Ja, nee, kut. Ik heb nog heel veel chili con carne. Ah. Ik wou zeggen, ik heb zin in een steak vanavond, maar... Ik zie soms hele vage pixels rondbewegende objecten. Ja, dat is die, hoe heet het? Anti-aliasing die niet altijd even smooth-alish is. Een soort van knuffelige, wolkige, schimmelige randjes. See the sun. Zoals bij het water in dit geval. Daar is dat heel the duidelijk. The day is ending. Let that yawn out. There's no pretending. Het is precies deze game. Het heeft wel dat landschap nu, ja. Welke class ben je, vraagt Willet. Dit is de Mystic Spear Hand. Maar normaal gesproken ben ik een fighter. Maar ik heb deze man al een paar keer geholpen. Dus hij zou mij nu zijn kunsten leren. Dat je oorlog zou ook wel lekker zijn vanavond, zeg. Dat is Simon, omdat wij op één lijn liggen, jongen. Hij heeft die keer die ik al kende. Bane Arkstoff. Weet je wat dat grappig is? Jouw main character, Godwin, heet hij zo? Ja. Die ziet er soort uit van als... ben je bekend met Kang the Conqueror? Ja. Een soort van de oudere versie daarvan is He Who Remains. Niet zoals in Loki de serie, want dan ziet hij er gewoon nog steeds jong uit. Mm-hmm. Maar je hebt ook een oudere versie daarvan. En je hebt een jongere versie. En dat lijkt hier Daan Japan. En dit lijkt dan de oudere... De oude man. He Who Remains. Er zijn drie verschillende stijlen van smithing. Om je gear te beter te maken. En dat is volgens mij Vermint en Bacali en Dwarven, schijnbaar. Ik had dat nog niet gezien, dit. Maar die... imbues weapons with the ability to make foes flinch and renders armor more resistant to solid blows. Dus als jij hier drie keer zou upgraden met Dwarven, dan zou die heel specifiek daarin levelen en bla 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 bla. Maar ik wil weten waar die... Zo, hallo. Trouwens wel een patatje oorlog zonder eitjes. Ik doe er nooit eitjes bij. Ik vind die shit echt niet passen bij patatjes. Ik vind eitjes alleen lekker als ze gebakken worden. In een dish of zo. Maar mijn vraag is een beetje, wat staat hier voor tekentje? Is dat die dame die mij iets kan leren misschien? Over uitjes? Over je patat? Nee, sorry. Wij doen hier geen uitjes over ons patat. Cool. Ben ik down mee. Ja, yeah, you are here, are you? Wat wil je? Zelfs niet. En dat is natuurlijk een beetje vroeg in de kerk. Zelfs niet. Met een frikandel speciaal wil ik er geen uitjes op. Dus is het eigenlijk geen frikandel speciaal. Maar toch vind ik dat wel heel erg lekker. Een frikandel speciaal is uiteraard wel met curry. In plaats van ketchup. Curry mayo uitjes. Ik heb eigenlijk misschien ook wel heel erg zin om me vanavond gewoon echt helemaal te misdragen. En gewoon echt patatje waterfiets te halen of zo. Wat is dat? Waterfiets? Ja. Dat, wat is dat? Dat zijn twee frikandel speciaal in een bak met friet. Volgens mij zou zij mij iets moeten kunnen leren, maar... Doet ze dat niet? Ja, dat is fantastisch. Ik zweer het, anders staat hier niet dat dit tekentje... Zijn er ook mensen die andere saus nemen bij een patatje? Ook hier is... Dat is toch niks anders dan dat je wil hebben dan zo'n patatje oorlog? Ik bedoel, patatje met voelt maar voor de helft. Och. Volgens mij ken ik niemand in Nederland die het alleen met curry of ketchup neemt. Jij wel? Alleen curry of ketchup? Wauw. Nee man, voelt een beetje saai of zo. Ja, altijd pinda mayo. Wat is samurai saus bij patat? Samurai saus? Ja, ik heb geen idee. Joppie ken ik wel, dat vind ik op zich wel lekker. Pittig denk ik dan. Pittig. Hot sauce. Ik heb geen idee.
Zou nooit zo. Nee, niet met uitjes, man. Sorry. Ik ben echt niet van die uitjes. Echt weer zo'n Nederlander die dat verzonnen heeft. Samurai saus. Klinkt oosters, dus het zal wel pittig zijn. Goedemiddag, Danico. Sorry dat ik zo laat ben. Ik heb een kleine vraag. Ik ben heel erg aan het twijfelen of Dragon's Dogma 2 gespeeld heb. Ik heb Dragon's Dogma 1 gespeeld. Moet ik met Dragon's Dogma 1 gespeeld? Dragon's Dogma 1 lijkt mij heel erg leuk. Of is iets to learn? Dragon's Dogma en Dragon's Dogma 2. Ik moest het heel snel lezen, want anders is het weg. Ik heb het wel volledig opgelezen. Het is easy to learn. Dus daar zal het niet aan liggen. Samurai is super. Ja, maar wat is het? Mix van ketchup en mayo. Oh, dat is die shit die ik vroeger maakte, man. Is dat patatje samurai? Jesus. Waarom de fuck noem je dat samurai? Ik deed dat vroeger. En sterker nog, ik zal je nog een andere ingrediënt... Je kan wel zeggen dat jij dat verzonnen hebt. Nee, maar als kind gooi je toch gewoon alles door elkaar. Dan ga je eigen frisdrank maken met Fanta en cola en Sprite door elkaar en shit. Maar ik zal daar nog eens een ingrediënt aan toevoegen. Oh jee, zout. Nee. Hoe ik dat altijd deed, was curry... Mayo. Ja. En appelmoes. Appelmoes. Gooi er ook nog een beetje appelmoes erheen. Ik snap het. Amerikanen. Ik maak altijd broodje ei. Dat doe ik spread met mayonaise. Geen BLT met mayo? BLT met mayo? Wat is BLT? Bacon, lettuce, tomato? Ja, bijvoorbeeld. Absoluut. Maar hoe heet het? Heel veel dingen. Nee, ik gebruik echt veel meer spreads. Mosterd, mayo door mijn Amerikaanse vriendin destijds. En dat is echt heerlijk. Ze maakte echt de lekkerste turkey sandwiches ever. Ja, ik ben even een stukje aan het wandelen. Wel eens bij Freddy's geweest? Nee, nee. De lekkerste burger die ik heb gegeten in Amerika is denk ik... Mami? Nee, ja... Ik vind van een chain fat, wel. Fat burger vind ik. Maar ik was ook in een bar. Morrison's heet het. Daar wilde ik jullie toen nog naartoe nemen. Was dat niet die... Oh, zit gewoon in het kamp. Daar zijn we toen niet meer naartoe geweest. Omdat we volgens mij geen tijd hadden. Maar je had Morrison's. Ik weet niet meer precies waar het zit. Maar dat is een Morrison's Bar and Grill, denk ik. Wat was ook alweer die ene dat je zelf je hamburger kon bouwen? Hebben we dat gedaan? Daar gingen we met Shelly en Dennis heen. Ja, die was ook goed. Ik weet niet meer. Was het in L.A.? Goed. Ja. Daar hebben we die mezcal gedronken. Oh, ja, trouwens, die high fives hier, die zijn gruwelijk. Soms geven ze elkaar een high five na gevecht. Gewoon random. Nee, Five Guys. Oh, Five Guys is heel lekker hoor, maar dat is absoluut niet de lekkerste. In en out, same shit. Hartstikke lekker, maar absoluut niet de lekkerste. Hey, Morrison's. Als je ooit in L.A. bent, ga naar een bar die heet Morrison's en bestel daar truffelburger. Die shit was fucking awesome. Lekkerste burger die ik ooit op heb. Kijken of er wat voor hem bij zit, qua armor, dat ja, iets... Ja, ik zou je heel eerlijk zeggen, de In-N-Out burger is up there for me. Ik vind hem echt lekker, maar niks bijzonders. Ik vind echt juist de patat bij In-N-Out vind ik awesome. Net zoals bij Wingstop. Ik weet niet of je wel eens bij Wingstop hebt gegeten. Heb jij wel eens bij Wingstop gegeten in Amerika? Oh, die shit zo hemels ook, jongen. Oh. Wingstop, maar vooral ook, ze hebben patatjes en die zijn zo ontzettend slap met een schil nog eraan. Ik denk in vet van dat. 8 maanden oud gemaakt. Ik zo. En het is heerlijk. Oh. Ik heb ook wel eens inderdaad dat neppe vlees. Hoe heet die ook alweer? Die, Impossible. Dat unbelievable. Was ik vond het unbelievable. Ja, dit is ook unbelievable, dit outfit. Impossible burger was best wel lekker hoor. Ja, absoluut. Dat de McDonald's in Nederland veel beter is. Ja, absoluut. Absoluut. McDonald's in Amerika is echt bottom of the fucking barrel. En als ze bij McDonald's hier in Nederland zijn, is dat voor hun bijna Michelinster vergeleken met McDonald's in Amerika. Dat is echt niet normaal. McDonald's in Amerika, echt heel goor. Echt heel goor. Always a pleasure. Welke twee biertjes moet ik vanavond gaan halen? Ik heb best veel zin in een Hertog Jan of Gulden Draak. Ik zou een Hertog Jan halen en een Gulden Draak. Dat zijn je twee biertjes. Ik had van die Grand Pilsener van Hertog Jan. Dat is gewoon een soort van verheven pilsie. Is dat niet champagne bier of zo? Nee, gewoon een verheven pilsie. Het is 5,7. Ja. En dan zo'n fles? Natuurlijk. Nee, het was gewoon twee sixpackies. Maar ik had er maar twee op hoor. Twee losse biertjes. Wat ze goor aan, het is echt heel vies vet waarin ze het maken, heb ik het idee. En ze zijn volgens mij wat vrijer qua wat ze allemaal in eten mogen stoppen in Amerika.
Dus ik heb het idee dat er echt zoveel conservatiemiddelen in zitten. Het is echt heel goor, man. Het is echt heel goor. Heb je wel eens Morton's steak gegeten? Nee! Nee. Niet bij Morton's. Daar heb ik wel hele goede verhalen over gehoord in Daja. Zo, dit is een lijpe skill. We kijken. En... Fling! Unto Sky. Oh, dat is deze. Ja. Covers heb ik niet gegeten. Nee. De porn die je in het begin maakt, loop je daar de hele game mee? Ja. Absoluut. En dat is leuk ook. Ja, ik heb wel eens wat lekkere steekjes op gehad in Amerika, hoor. Maar niet bij Morton's. Enige waar, steakhouse waar ik had gegeten daar was Outback. En Outback is echt bijna fastfood voor qua steakhouse. Dat was niet geweldig. Nee, ik heb de lekkerste steak die ik ooit heb gegeten in Amerika was ergens in Palm Desert. Maar was bij een hotel. Ik heb geen idee meer hoe dat hotel heet. Zo lang geleden. En als je bij Character Creation vergeet je pawn een naam te geven, heet die voor de rest van de game Main Pawn. Dat zou wel goed kunnen kloppen, ja. Want ik weet niet of je de naam van je pawn kan aanpassen. White Castle nooit geweest. Nee, jij wel? Organize storage, withdraw. Even mijn trusty sword en shield. Stalwart sword. Nee, voor mij is het nog steeds. Als je een beetje wel bij een chain wil eten, is het voor mij nog steeds de nummer 1 in Amerika. De Cheesecake Factory. Cheesecake Factory, daar mag je me in de nacht voor wakker maken. Daar zou ik graag zelfs nog doodgevonden willen worden. Alles aan Cheesecake Factory is top. Much obliged. Volgens mij is Five Guys in Amerika helemaal niet zo prijzig. Hier is die echt duur, maar in Amerika was het volgens mij gewoon een normale prijs. Kon Penny je dan helpen in de Cheesecake Factory? Mij wel. Er zijn dus twee dingen waar je je koos wakker voor mag maken. Cheesecake Factory en F1. Nee, er is nog iets anders, Luc. Maar dat hoef jij niet te weten. Oh! Wat? Zeg maar wat. Zit de Cheesecake Factory niet in Nederland? Nee. Dat zit niet in Nederland. Helaas. Oh, die weg. Ik zag laatst ook weer dat filmpje dat we in Vietnam zaten. Iemand zegt Anthony Bourdain. Dan moet ik gelijk denken aan... Met Obama. Ja, hoe heet hij ook? Boonsha. Ja, Boonsha. Oh. Take me back. Ik wil meer Boonsha. Toevallig was een maatje van mij daar laatst. Ik zei ook van, daar man. Moet je heen. Ja. Die shit was zo fucking goed. Oh my god, zeg. Ja, dat was niet normaal. En... wat vond ik nou nog meer zo lijp? Gewoon die verse spring rolls. Waren ook gewoon heerlijk. Sowieso, we hebben echt goed en lekker gegeten in Vietnam. Ja, zo fris en vers. Elke ochtend een banh mi. Bamietjes, ja, die waren ook altijd lekker. Gewoon even een draakje aanpakken, jongens. Die avond dat we bij Nin Bin zaten, alles besteld hebben. Wat op de fucking menu stond. Ja, en dan gewoon na een paar dagen fucking €80 met z'n drie in totaal kwijt. Ja, dat is echt niet normaal, mensen. We waren 3 dagen in een... Mag je het een resort noemen? Resort-esque. Laat ik het zo zeggen. Eigenlijk was het gewoon een... Midden in de jungle. Een mini bungalowpark. Ja. Midden in de jungle. We zaten daar 3 dagen. We hebben scooters gehuurd. We hebben onbeperkt bier gepakt. We hebben 1 avond letterlijk alles van het menu besteld. En de andere avond gewoon normaal gegeten. En we moesten €80 afrekenen. Ja. Na 2,5 dag. Ja. De tering, man. Zit met een 40-90? Nee, ik weet niet wat erin zit. 40-80? 70? I7. Kijk, idealiter hebben we natuurlijk nu hier een dikke desktop met 4080 en een beest van een processor. Wat B100 zegt trouwens, de Mexicaanse restaurantjes zijn ook heel goed in Amerika. Zeker weten. Ah, fucking food trucks, man. Ja.
Nee, ik krijg er ook honger van. Maar ik moet vanavond chili con carne eten. Voor de derde, voor de derde avond op rij. We hadden zoveel gemaakt. Niks in de vriezer gelegd. Dus een beetje zonde. Maar het was wel heel netjes. Heel, heel lekker. Fuck me. Het wordt wel een gekke huis hier. Uh-oh. Dikke beam. En als jullie ooit een keer naar de, naar de Cheesecake Factory gaan. Dit is de koos. Je neemt als voorgerecht Buffalo Blast. Je neemt als hoofdgerecht de Chicken Madeira. En je neemt als toetje de Red Velvet Cheesecake. Met daarbij als drankje een Blue Moon. Blue Moon krijg je echt in zo'n vaas daar. Met, weet je nog bij Dave Busters? Ja, ja, ja. Zulke glazen krijg je. Gewoon kannen. Met sinaasappel erin. Oh, ik word er een beetje geil van. Van een klein beetje we hebben het over eten. Met je mondgeil. Ja. Het water loopt me in de mond. Mondgeil. Mondgeil. Lekker, vriend. Waarom zet je hem dan weg? Ik heb er nog één. Lekker, hoef ik niet. Oh ja, ja, heel lekker, ja. Hoef ik niet. Hey Draco! Oude flammoe. Kijk, een lava-flammoe ook. Een lava-grondflammoe zag je daar. Jongen, alleen maar flammoes hier. Ben je van flammoes, 4 euro? Vlogma. Bedoel je die van EA, deskakker? Want ik kan dan iedereen aanraden die te halen. Want ik dacht dat de servers leeg waren. En dat het vol zat met cheaters. We hebben het van de week gespeeld. Het was fantastisch. Matchmaking, meteen. Mooi ding. Geen cheaters. Willen jullie een draak zien? Ja, flammoe. Flammoe toch, ja toch. Ga je hem dan een dogma verkondigen? Ik heb berries geplukt net. Heb jij berries geplukt? Waar heb je berries geplukt? Ik kan wel berries plukken. Shit. Ik kan wel berries plukken. Ja toch? Cranberries? In je head. De Cranberry. Cranberries. Oh nee, jammer. PlayStation. 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 Ik vind het zo vet dat ze... Heel veel van die Japanse games die geven gewoon letterlijk namen die ze niet kunnen uitspreken. Ja. Zoals Final Fantasy heet die ook Cloud. Kurode. Kurode. Ja. Kurode. Dat is heel vet. Ja, super vet. Ik wil je optillen. Hoe heet die ook alweer? Burning Blood. Burning Blood, van? Weet je die dingen ook alweer? Oh, dat is mijn eigen mattie. Heb je Friendly? Nee, toch? Zeker, stackdoos. Huh? Al begonnen met een Friendly stuff. Je kan ze optillen en weggooien als je wil. Ja, ja oké, okay, maar daarom, je hebt niet Friendly Fire, toch? Nee, ja, dat niet. Fucking love die shit, man. Kerel, hij doet zijn home run, doet hij ze naar een andere planeet slaan. Ja. En dan gooit ze gewoon over de afgrond. Maar ben je al begonnen met Nerd Culture? Nee. Je kijkt heel verschrikt. Ja, ik zit dan, waar gaat dat nou weer over? 50-50 is. Ja, die was voor Yui, toch? Ja. En dan ga ik hem niet maken. Nee. Nee, maar ja, voor een kijker ga ik dat doen. Maar Rolo heeft wel zeg maar het hele idee van het shirt nu door de neus geboord. Ja, thanks daarvoor. Want het scheelt jou geld en werk. Scheelt me tijd. Waar de fuck is die draak gebleven? Goud garen van hem al mee. Ik hoor een draak, maar ik zie geen draak. Ik zie dat. Don zit aan de MDMA. Want die zit echt bij het einde van de week live. Ja? En hier zit hij te zeggen dat hij het heel gezellig vindt. Weet ik wel? Vind jullie zo gezellig. Ik vind jullie zo leuk. Ik zeg het niet vaak. Maar hey, ik alles of niets, hè? Denk je dat ik dit red? Wow. Als je er bovenop landt wel. Leroy Jenkins! Heeft iemand die Shoguns hier gezien? Nee, hij is fantastisch. Wat was dat? Heb het over een Nerd Culture. Het is echt fantastisch. Shogun. Shogun. Ik haat het alleen dat ze geen Portugees spreken, maar gewoon Engels. Ja, heel gek. Fucking Harpy moet dood, jongen. Heb jij Shogun wel eens gezien? Ik niet. Oh, ga het kijken, man. Nee, ik wil het wel zien. Oh, die zit zo laat. Heeft iemand al de nieuwe Roadhouse gezien? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Is hij al uit? Ja. Ah. X-Men 97 gezien, yep. Bespreken we uiteraard uitgebreid. Spoiler alert, we vinden het super vet. Dude, ik vind het zo vet dat je op die monsters gewoon kan hangen. Ja, dat is heel cool. Dat was ons te boven hangen. Ja, super sick.
Ja, Invincible ook weer begonnen. Oh, was het afgelopen week alweer begonnen, Romero? Ik dacht dat het de aankomende week weer begon. Dan zit er een feitelijke onjuistheid in Nerd Culture. Dat komt nooit voor. Nee. Dus onze excuus daarvoor. Maar dit is de schuld van Jelle. Wat dan? Wat was er mijn schuld? Nou, gewoon vind dat is ik. Altijd mijn schuld. Oh. Ja. Vind Billy ik gewoon. Griffin. Meh. Ja, kan dat niet. Dat is de Flash. Ja. En een heel klein raptortje. Dat heeft ook wel een soort van... Oh, dat? Jurassic sound. Ik dacht dat het de request was of ik ook nog even raptortje heb. Even een raptortje. Ja, wat doet dat ding ook weer? Ik weet niet wat hij doet. Hij doet... Oh ja. Ja, die ja. We zijn weer in... We zitten weer in... Hij is er weer op, papa is er aanwezig. Nou, nog één keer T-Rex. Ja, T-Rex blijft een van de moeilijkste dingen ooit. De T-Rex kan je denk ik als mens alleen maar tegelijk, met drie mensen tegelijk of doen. Zodat je al die stem. Ja, of precies. Overslaande stem. Dat kan een hele harde, zware, maar wel overslaande stem zijn. Nee, het is super moeilijk. Oh. Voordat ik wist dat ik dat mijn pawn ook gelijk eigenlijk de public domain was. Kaashapje, je zou me mailen. Je zou me mailen, heb je niet gedaan. Kaashapje? Ja. Maar wilde ik hem eigenlijk... Want als ik dat had geweten, dan had ik hem Pawnstar genoemd. Dat zou toch heel fijn. Ja. Ik moet gelijk weer denken aan die TikTok van Bram Kikken. Die Pawnstar shit. Die leren jas. Ja, oh ja, die had ik ook gezien. Ja, was vet. Sound of Freedom is overigens ook op Prime gereleased. Ja, ga niet kijken man, word ik fucking depressief van dat soort shit. Wat is dat? Ja, dat gaat over die child trafficking en kinderporno shit. Die hoef ik niet te zien. Fuck it, klim gewoon op z'n rug. Ik dacht dat het die Bob Marley film was. Fucking sick dit is. Nee, dat is One Love. Nee, daar word ik heel depressief van. Ja, Romero. Vlecht hij eraf. Oh, ja, nee, dood. Ja, maar dat is het ding, ik ben dood. Maar ik kan nog naar mijn items. Dat is heel gek. Je bent echt, dat is echt een, je oh, hebt, nu dat is het niet meer. Dat is een hack. Oh, that's weird. Nu kan het niet. Dat is een update geweest. Ja, dat is een update geweest. Ik zweer het je. Want ik kon gewoon nog mijn items usen hier. Hoezo werd je niet opgevangen? Kom van de verkeerde kant. Godzilla Minus One, die wil ik ook nog echt zien, man. Zeker. Fucking hell. Maar nog niet te huren, inderdaad. Ah, geduld. Kan ik je interesseren in een Dingleberry? Nee. Is Shogun toegankelijk of onnavolgbaar? Ja, toegankelijk. Het is wel complex, hoor. Dat spel dat hij speelt. Hey. Er zijn echt heel veel lagen in. Ja, maar ik vind het niet slecht verteld of wat dan ook. Ik denk dat je al dat soort veel van die dingen uiteindelijk wel. Maar ik zat gisteren wel echt. Hoe zit het? Oké, hij doet dat, hij doet dat, hij doet dat. Ja, het is grappig dat je, net als in Rise of the Ronin, dat je inderdaad af en toe dat soort dingen doen. Bijvoorbeeld, weet ik wel, een handlanger van Partij X. En dan gaat hij wel samenwerken met een van de hoofdpersonen of zo. Dat je denkt van, hé, maar dat is weird. Maar ja, ik vind het wel goed gedaan. Oh, maar kijk gewoon, gaat een patatje pinnen. Maar kijk gewoon Shogun. En dan kom je er vanzelf achter, toch? Ik bedoel, je investeert een uurtje van je leven. Nou. Oh, hij breekt die hele teringbrug. One Piece Boeing Nee, plat. Geen brug meer. Twilly trouwens van Jake Paul die tegen een 58-jarige Mike Tyson gaat boksen. Dan gaat er nergens meer over. Mag toch hopen dat die Tyson hem helemaal het ziekenhuis in slaat. Ja, dat hoop ik ook. Een hersenbeschadigingetje zou leuk zijn. Die heeft hij al. Zijn we daar vanaf. Ja, ook zo. Wie heeft thuis al met Daan gespeeld? Sexy. Even duken die gasten. Heb je geen wizard mee? Waar zijn je teammaten, joh? I don't need no teammates. I'm a duke in myself. Oh, ik zit nu op zijn arm te steken. Dat is ook niet de bedoeling. Mark Wesseling die komt binnen en die zegt nerds. Dat vind ik leuk. Nerds. En dan gewoon weer weggaan. Dan gaan we weg. Gaan we weer. Goh, wat een nerd. Oh, klauwmaasjes.
Ben ik dan de enige die Shodown een fucking weak vindt, zeg Splitsworm? Nou, dat denk ik dan, ja. Waren die niet al uit elkaar? Luke Hermans die zegt, maar als Jake Paul in het ziekenhuis wordt geslagen, wie moet dan dagelijks de aandachtskont van Jutta Leerdam op Instagram posten? Doet hij dat? Een aandachtskont? Jake elke dag? Paul gaat niet in elkaar geslagen worden door Mike Tyson. Nee. Gaat hij Mike Tyson in elkaar slaan? Nee, het is gewoon afgesproken. Ten eerste, het is gewoon afgesproken shit. Maar ten tweede, Mike Tyson zei een paar jaar geleden al. Had zo'n filmpje, volgens mij was dat net voor COVID of tijdens COVID, dat hij aan het trainen was. Ja. En het zag hem super. Gewoon heel snel, duurde ook maar 30 seconden. Hij zei, ik heb na dat een week in bed gelegen. Echt, ik kon niks meer. Ik was kapot. Gewoon mijn lichaam is kapot. Ik kan dit niet meer. En nu, 3 jaar later, maar volgens mij gaat wel, hij hoor. Vechten. Volgens mij is hij nu best wel aardig aan het trainen weer. Ja, heb je ook die film gezien? Alles is gewoon een clip van 4-3 seconden, weet je wel. Dat is wel waar misschien, ja. Hij gaat Jake Paul niet in elkaar slaan. Jake Paul gaat winnen of het gaat een gelijkspel worden. Dat is gewoon afgesproken werk, man. En hij pakt zijn gigantische aantal miljoentjes. Precies. Hij is 60, inderdaad. Jake Paul is nog niet eens 30. Hij smokt enorm veel, drinkt veel. Nou, trouwens, ik weet niet of hij drinkt. Tyson? Ja, en heel veel paddo's en shit. Katje bier op Tyson, ben je echt je katje bier kwijt, man. Ik bedoel, deze shit is afgesproken werk. Ik bedoel, check heel even de geschiedenis van Jake Paul's fights. En je weet genoeg. Hij is moslim, denk ik niet. Nou, hij smokt ook. Ja. Dat is een hele goede omschrijving, Air Max. Ja. Nou, ga maar. Ga stikkertje naar en een krul voor jou. Bijna. Wat, ga je nou weer dat? Nee, ik wil even wel genoeg stemmen, nou, want anders... Oh, oh. Oh, van zo hoog val ik ook nog eens hartstikke te kletten bijna. Precies. Nou, oké. Okay. Gelukkig, je zat er nog op. Ah, dit is dope. Gewoon een dope. Dit was ook een exhibition match. Kijk, daar die rent er even over. Ja, die wil al die shit verzamelen natuurlijk. Ja. Stelen, jongen. Stelen dat hij doet. Maar ik ga kijken. Het is op Netflix. Vind ik een mooie testcase. Netflix had al veel eerder in live sports moeten stappen. Nou, dat, ik wou net zeggen, er komen veel meer dingen. Die komen nu live events op Netflix. Natuurlijk, qua sport en toch andere dingen. Waarom de fuck zou je nog lineaire tv kijken? Oh, dat sowieso. Ik bedoel, Formule 1 kijk ik tegenwoordig via mijn app op Apple TV. Ik kijk Ziggo kijk ik gewoon via een app op Apple TV. ESPN via een app op Apple TV. Dat is uitstekend, man. Daan, wat is de motivatie van jouw character, Luke? Van deze? Ja. Ik wilde iemand... De Arisen is natuurlijk een koninklijk figuur. Ja. Het is niet pay-per-view als in papier. Het is betaal per view. View. Heel vet construct. Pay-per-view. Papier. Kijken. Ja, kijken, ding. Maar ik wilde gewoon iemand met een beetje koninklijke uiterlijk. En dat is gewoon met strakke lijn. Ja, ik geloof daar wel in dat het op een gegeven moment zoiets gaat gebeuren. Ja, ja, ik ook. Behalve dat je basketbal bij Amazon Prime, voetbal bij Netflix. Ja, zeker. Dan moet je alsnog alle fucking streaming services hebben. Ja. Hij dacht dat hij een nieuwe serie was. Dat was geen teamfout, Kortstrijden. Je hoeft je niet te verontschuldigen. Je mag best zijn dat je dacht dat het een pay-per-view was. Dat is geen probleem. Het was geen teamfout. Hier is gewoon dat allemaal... klinkt ook hetzelfde. Het is allemaal gewoon diepe gesprek hier. Ik kan me voorstellen dus, je mag gewoon helemaal eerlijk en open zijn. Dat is een beetje een tochtig klein raptertje. Of een hele ouwe. Give Lamont. Het is oké, maar je hoeft niet echt voor te schamen. Het is wel gek, maar je hoeft je niet voor te schamen. Maakt niet uit. Zeker, Rufus. Zeker, Rufus. Ik wil even kijken of er nog nieuwe teammaatjes zijn. Even kijken of we Skate the Great voorbij zien komen. Op jou, Die zat een ding te maken. En die leek totaal niet. Ik heb mezelf geprobeerd na te maken om naar jou te sturen. Ja. Leek totaal niet. Hebben jullie trouwens meegegeven dat HBO Max, gewoon dat standaard abonnement, gaat nu gewoon naar 1080p. Dat meen je niet. En niet HDR. We gaan terug in de tijd. Het is echt belachelijk. Want, is het groot normaal? Huh? Het is normaal groot. Egbert. Groot? Hier. Het is normaal meer dan 4K HDR. Niet alles heeft HDR, maar vaak 4K HDR. Ja. Drie skills, man. Dat kan niet.
Lifetime Discount mensen blijft. Dat is volgens mij wat ja? ik gelezen blijft dat? Heb. Dat ja. weet ik niet. Dat is volgens mij... Nee, volgens mij, B zegt bij 100, bij 100 vet. Die zegt volgens mij is er 3 euro nu ook afgelopen. Nee, volgens mij als je niet hebt opgezegd, dan gaat hij gewoon door. Nou, dat is netjes in ieder geval. Maar ja, wel... Zeiden ze dat in het Nederlands? Want dan weet ik wie dat gepost heeft. Kunnen we die trappen? Post hij dat zelf? Zullen we die trappen? Mogen we die trappen? Okay. Wat? Diegene? Gewoon voor de lol? Het is gewoon gezellig? Nou ja, maar alles mag, maar... Ik weet niet of het gezellig is. Deze man wil alleen maar drinken. Ik gooi dit in de groepsapp. Ik weet niet of ik het kennelijk heb gevraagd of dat ik alleen de uitnodiging gooide. Heb jij die ook gehad? Nee. Ik had er even naar gezocht. Ah, balen man. Dan ga ik gewoon met mijn vriendin. Nou, wil je mee? Ja, dat is goed. Wat was het ook alweer? Fallout. Oh ja. Ja, en dat was? In Amsterdam. In welke datum? Ja, als je kijkt in de groepsapp, dan zie je het. Wat heeft hij voor mij dan? Oh ja. Nee, wel een vette invite. Wat? Ja. Fallout? Ja. Heufters. Ja, we kunnen niet een derde meenemen. Je kunt vragen toch? Kunnen we wel vragen. Ja. Ja. Kunnen we niet, kennen we iemand daar? Ja, ik ken het PR-bureau, maar... Ja, het is natuurlijk van Prime, dus nee, ik ken daar niemand. Ik ook niet. Ik kan ook even kijken, want ik heb hem niet gehad. Maar fuck it, ik ga gewoon mailen of wat jij wil gaan, neem ik aan, toch Daan? Ik zou wel leuk je kookboek vinden. Ophalen. Huh? Je kookboek ophalen. Ik ga kom mijn kookboek ophalen, klootzak. Nee. Ja, ik zat vragen. Maar dat is van Bethesda, toch? Die zullen daar misschien wel zijn, maar niet vanuit hun werk. Dat is niet van Bethesda, denk ik. Nee, ja, er zal vast wel iemand van Bethesda. Nee, ja, dat is ook gewoon een geintje. Maar ik bedoel, ik vraag gewoon 3 en dan zeg ik, we gaan met de Nurkles en Game Kings crew. En dan... Ja, is goed. Post jij foto's voor de GameKings account, hè? Ik post foto's van dit. Steamy hard dick. Steamy dicks. Oh, hij heeft wel witte schouders. Wat is dit nou weer voor woke gelul? Waar mogen we zo'n piemel niet zien? Ik wil gewoon piemel zien. Dark, wat is dit nou? Hij heeft gewoon een fucking Squirtle gemaakt. Nee. Al die dicks. Waar zijn al die vrouwen gebleven dan? Het is een mannen. Jij gaat hier zitten. Oh, ja, die zit natuurlijk gescheiden. Ja, natuurlijk. Ja, nee, oké. Okay. Realism. Of ik vanavond live ga, weet ik nog niet. Moet ik even kijken of waarom is Daan of ik een niet? Op tijd thuis ben. Jesus. Ik voel een out of context clip komen. Ja, dat voel ik ook. Maar dan geen pik. Maar dan geen pikslider. Ik ga iets heel gedurfds doen. Niet alleen bij Conan. Ik ga hoe heet het bij Cyberpunk zie je toch ook je piemeltje? Piemeltje. Ja. Ja. En er zullen vast nog wel meer games zijn. Ja, ik weet niet of ik nog heb. Heb ik nog? Witcher? Nee, volgens mij heb ik in de Witcher nooit de piemel gezien. Dicks, wel heel veel tietjes gezien. Ja. Ik doe het. Ik doe aan fast travelen. Is hij nu op? Of is het gewoon nog een daar neer? Ik heb er nog één. Ik heb nog één fucking fairy stone. Die kan je gewoon ergens neerleggen, toch? Hè? Huh? Die kan je ergens neerleggen. Deze kan ik ergens neerleggen en weer pakken en weer ergens neerleggen. Ja, maar mijn fairy stones die zijn wel om het te het reizen zelf. Ja. En dat is een beetje de vraag. En eigenlijk had ik naar Wernworth moeten gaan, maar dan had ik van daaruit ook weer hierheen moeten gaan. Daar heb ik geen zin in. Daar heb je die shop. Zie je in Baldur's Gate ook echt de berenpik? Nee, hier zit geen berenpik. Oh. Oh, dat zegt iemand. Berenpik zelfs. Nee. Dat lijkt me... Je zou maar die guy zijn bij Larry en die dan een berenpik moet gaan. De ja, texturen. Ja. Even echte foto's maken in het echt. Ja. Nou, ik zou gewoon een hondending namaken. Een Red Rocket. Een Chimera. Ja, precies. Wat zou een beer een Red Rocket hebben? Dat denk ik wel, ja. Ik ga het nu googlen. Een dun, vies ding. Ik ben 36 jaar oud. Ik ben 36 jaar oud, maar ik realiseer me nu. Ik heb geen idee hoe een fucking berenpiemel eruit ziet. Ik lig te slapen, jongens. Maak me wakker! Maak me wakker! Wel uiteraard even voor private browsing. Fear not. Fear not. Odd. There's odds to be seen. Hallo, help me! Waarom wil je het weten? Knowledge is power, stackdoos. Knowledge is power. Wow! Ah ja.
Berenpik? Ja, die zien er echt lijp uit, man. Maar niet in gewoon de game. Echt slurfies. Ja. Slangetjes. Snake. Kijk hem ook chillen. Dit heeft hij een boner. Zit hij gewoon met zijn fucking ballen te chillen. Het is ook wel bizar. Hij heeft gewoon fucking pecs en buikspieren en zo. Het is bijna een mens. Ja, daarom. Ik bedoel, deze ligt gewoon naast je te kijken in de all-inclusive, hoor. Ja, precies. Ik heb vaak genoeg mensen rustig gezien die net zo aardig zijn. Bitch. Zeker, ja. Ik weet niet wie in zijn berenslurf zat, maar... Jullie zagen die jump niet, hè? Episch. Epische sprong. Kijk, zie je? Dit is gewoon een... Ik lig te borstelen met een geitenkop. Stream. Zo, dat gaat heel snel nu. Oh, wacht, ik ben moe. Help me, help me. Wow. What's up, Chris? Alles goed, jongen? Kijk, die Daan matten met zijn zwaard. Hij vindt het zwaard wel zwaar. Ja, ik wou het zeggen. Hij is een beetje aan het slekken. Gooi me dat niet, jongen. Hij is een beetje aan het slekken. Nu komt het leukste. Jammer dat je ze staart niet eraf kan hakken. Of kan het wel? Wel ja? Sick. Moet die eerst erbij komen dat ik zo stom was om mijn hele stemmen op ballen. Speciaal gekozen, berenpenis verdient sowieso een donatie. Thanks, Stekdoes. Dan vraagt hij eerst aan mij, waarom wil je dat weten? Ja. En dan zoek ik het op en dan doneert hij 10 euro. Krijg je een tientje. There we go. Pawn Stars. Frickish main, frickish main. Jordanië. Geef je, ja, je schild geeft licht. Ik wou zeggen van... Ja, omdat hij enchanted was door die dame. Door Kalan. Ja, ik voelde heel veel judgment in je berichtje. Wij voelden het allemaal hier aan tafel. We shall wait here till your business is done. Het is single player, zal die stena, dus alleen maar NPC's. Absoluut. Ik was laatst getriggerd door jullie discussie over speakers en dat Boris deze niet gebruikt. Wel benieuwd naar jullie setup. En ja, Boris gebruikt zijn televisieboxjes. Boris heeft dus geen enkele speaker, geen soundbar, geen surround set, niks. Geen computerboxjes. Ik bij mijn tv ook niet. Barbaren. Die andere, die compensatieshit staat gewoon in de weg. Compensatieshit? Ja, dat jullie een soort van... Nee, maar je wilt toch wat kunnen horen? Niet zo van dat hele schelle tv-geluid. Kerel, goed geluid is zo belangrijk, man. Ik vind het belangrijker nog dan een goed beeld. Echt. Oh my god. Nee, maar dat heeft niks met de oude garde te maken, David. Want oude tv's, CRT's, die zijn zo diep. Die hebben een klankkast. Die kunnen oké klinken. Deze fucking dunne tv'tjes niet. Ik heb wel natuurlijk bij mijn PC en dus daar staat mijn platenspeler naast. Daar heb ik wel... Nee, ik doe dat altijd gewoon via mijn monitor. Ik heb zo'n papiertje eigenlijk gevouwen. Die hou je dan over de naald. Ja, nee, natuurlijk bij de rest. Je kent me. Ik heb erg goed beeld en goed geluid. Ik bedoel, dat is voor mij echt belangrijk. Maar mijn vriendin vindt het echt verschrikkelijk. Ook als we film gaan kijken, dan moet ik hem even op. Nee. Weet je, dan doe ik het licht dimmen. Maar dan moet ik ook de tv op cinema mode zetten. Zodat precies de kleuren overeen komen. Mijn vriendin zit echt... Ja. Oké. Zet maar gewoon een film op. Ja, precies. Zet gewoon die film aan. Ja, ik heb nee, zelf het moet perfect zijn, naar mijn mening. Dus dat heb ik ook, beide. Maar als ik moet kiezen, liever goed geluid dan goed beeld. Oké, Shadow Prayers. Interessant. Zag je dat? Nee. Ambrosius. En ik heb nu echt weer super vette zelfspeakers, drieweg luidsprekers, bi-amping, waarbij zeg maar de tweeters en de woofers apart worden aangesloten. In the morning. Geil. Gewoon geil. Gewoon geil. Nice. Klinkt zo goed. Ja. Komen je buren niet klagen dat er geluid is? Nee, ik hoor ze niet. Dus zijn jou ook niet toch zo oud als dat ze zijn? Ik heb dus bij mijn PC setup waar ik natuurlijk edit, dus daar wil ik wel goed geluid. Want dat vind ik raar. Ja, dat is raar, hè? Heb ik twee lijpe teufel hi-fi speakers en van die THX, hoe heet dat? Is het THX? Ja, die dingen die
hoe zijn die ook weer uitgevonden door voor speciaal voor LucasArts? Die THX Certified. Ja. Het is gewoon een standaard. Ja. Nee, mijn audio video receiver is ook THX Certified. Nee, ja, vet. Volgens mij is het brand die ik heb dat. Hij wel. Ah, topper kaashapje. Heb je dat gedaan? De koos op blammo.tv? Hoe kan jij zo highbrow leven? Ik heb gewoon een THX cinema setje. Jullie mogen gewoon gratis mee genieten. Mijn, precies. Edit suite. Nee, ik woon in een flat. Die is gebouwd mid jaren 90. Dus die is qua geluidsisolatie nog best wel goed. Ja. Zeg maar, de jaren 70, dan hoor je bijna alles. Ja. Ik heb de mazzel dat zeg maar de kant waar het geluid heen gaat, daar wonen mijn ouders. Dus daar kan ik volledig scheid aan hebben. Ja. Sorry pa, onze even niet luisteren. Slaapkamers zitten gelukkig niet tegen. Oh, dat zeg ik nou al. Dat is niet waar. En dat je dat ook zegt. Niet zo hard, schat. Niet zo hard, schat. Als in de zomer al die raampjes openstaan. Ja, dat lijkt me wel lastig, toch? Nou, ik heb wel een keer gehad dat we dit heeft niks met seks te maken, maar in de Warzone tijd, dat ik met een headset op zat, op mijn kamertje, aan de voorkant, raam open, 12 uur 's avonds, kwam dus de overbuurvrouw aanbellen en ik wist niet dat ze aanbelde en mijn vriendin die doet open. En dat soort van. Oh ja, of het wat. We horen wel. Gaat het wel goed? Ja. Er wordt heel veel geschreeuw boven. Ik zeg, Tyfus Liars! Ja. Ja, ik had een Sonos setje, maar van mijn Sonos setje is zeg maar één surround speaker kapot gegaan. Dat zat ratel in die speaker. Ja, garantie zat erop, dus ik heb hem maar opengeschroefd, kon niet fixen, was het erg geworden. Hey. Dus ik heb gewoon die set weggedaan en nu weer een volledige modulaire set gemaakt. Even serieus, hè? Ik heb dus niet op zitten letten. En bij deze game is dat kut. Stom. Ja. Maar misschien heeft iemand van de chat wel op zitten letten. Oh, wacht, maar we moeten een assassin tegenhouden. Maar ja, hij is de enige die ik met een zwaard zie hier. Nee, daar ook. Oh, ja. Wacht, hier ook. En daar ook, en daar ook. Ja, maar... En daar ook. Oh my god. En wie gaat die assassinaten? Ja, dat gaat hij niet zeggen. Het zal toch niet deze man zijn? Fuck it. Ja, jawel. Kijk, hij loopt met zijn hand op zijn... Dat ziet er ook uit als een hash-hash-sein. Hash-hash-sien. Hash-hash-sien. Maar heeft niemand van jullie en een sikke soundbar? Ja, ik heb nog steeds sikke soundbar, maar die heb ik nu aan mijn vriendin gegeven. Die gaat ze nu in Rotterdam neerzetten, want zij heeft zo'n plastic Samsung ding. Ik heb de Sonos Playbar. En heel. Uitstekend. Vind je ook niet dat hij het is? Nee. Vind je dat hij het is? Begrijp ik, Hippie. Begrijp ik, man. Hij vraagt, heb je de Teufel Definition 3 speakers? Zal ik eens even kijken? Ik vind wat mogelijk wat het model is. Ze zijn al wat ouder. Zijn dat niet die speakers die ook hier bij mij op de desk staan? Nee. Oh, okay. Veel groter. Groter? Ja. Oh, sick. Nee, die zijn wel heel groot. De Definition 3 zijn echt inderdaad torens. Zulke speakers heb ik nu thuis staan, zeg maar. Ik zie wel, ze lijken een beetje, ze zijn ouder, maar ze lijken qua maat op de 3S. Oh, de boekenplank die formaat, ja. Maar ja, ik zie al, dat kost ook gewoon €800. Ja, ja, ja. Nee, boekenplank speakers kunnen echt heel goed zijn. Hè? Kom dan. Kom out of hiding. Geef even je mening over die microtransactions bullshit in Dragon's Dogma 2. Deze Wij man. Zijn er enorm fan van. Ze zijn betaalbaar, er zijn er veel, dus er is genoeg keuze. Nee, wij zijn er fan van. Het zijn Ultima's. Oh. Meneer die het vroeg. Oh, het ziet er wel nice uit, ja. Ja, het is een ietsje ouder model. Het zijn denk ik de Ultima 20's. Oké, de keizerin is gewoon hartstikke neergestoken. Wat, is het dood? Nou, weet ik niet. Heb je het niet kunnen stoppen? Ik heb niet... Doen jullie dat gelul eigenlijk? Dat ik heb niet op kunnen letten. Jij zit weer met berenlul in je hoofd. Alleen weer dan de kunst. Oh, oh, oh. Now is not the time to falter, but to unite in solid power.
Ultima 40 zijn het. You fail to apprehend the assassin. Ik ben naar een soundbar kaashapje. Ik ben echt, sinds ik het in huis heb gehad. Ik heb het nu dus niet meer, maar dat heeft simpelweg met een defect te maken. Ik wil bijna opnieuw proberen dit, maar ik denk niet dat het zo gaat. Ik ben enorm fan van Sonos. Ik snap het niet. Ik heb gewoon niet opgelet. En mijn pa heeft daar trouwens de Sonos Arc staan. Dat is een Dolby Atmos soundbar en ook die klinkt echt fantastisch. Waarom zeg je zo vaak oh, oh, oh? Ja. Nou. Ja, waar bemoei je mee, netwerkkabel? Kun je gewoon ook even... Kan je niet gewoon op jezelf letten? Verdomme. Nu word ik weer herenigd met mijn groepje en zeg ik... Hé jongens, de keizerin is hartstikke dood. Nee, maar Sonos Playbar die wordt volgens mij ook niet meer gemaakt, Res. Dat is volgens mij de voorganger van de Arc. De Arc is wel gewoon de topline, toch, op dit moment? Ja. Ja, dat is de beste die ze op dit moment hebben. Die is €1000? Ja, is? 900, ja, zoiets dacht ik. Ja, dat is nog zeggen. Kijk, Ramco, die heeft ook Ultima 40 als frontspeakers. Ramco. Ja, de vooruit netwerkkabel. Ik heb gewoon Logitech boxjes. Ja, maar Arc is wel the way to go, zou ik zeggen. En een Sonos Beampie. Ja, Sonos Beam. Volgens mij, je hebt nu de line-up Sonos Beam en Arc. En dat zijn de twee soundbars die ze hebben. Want volgens de Playboy Beam en niet. Arc, ja. Was er niet nog eentje tussen of nog eentje om? Zal ik eens even kieken? Kijk jij eens even. Beam Gen 2, ja. Volgens mij heb ik ook Beam Gen 2. Het kutte met die Sonos One boxjes is dat ze gewoon nooit goedkoper worden. Nee. Ja, hoe heet het? Je moet ze kopen bij Mediamarkt tijdens BTW-dagen. Ja, oké, okay, maar bij Black Friday heb je namelijk ook niks aan. Want ze doen niet aan die deals. Nee, officieel doen ze niet mee, maar in ieder geval bij ons in Arnhem doen ze altijd toch mee. Bij ons in Arnhem. Je hebt maar... de Beam Gen 2 inderdaad, nu met €100 korting. Er is toevallig nu een actie gaande bij dingen. Beam. En de Arc. Ja, God's Beam Bane. En de Arc. Moet je nou nog steeds die assessing vinden? Ja, maar ik snap niet. Delivered, hij zit in zijn lab. Ja. En dit is absoluut niet zijn lab. Ja, het zijn nu ERA-boxjes. Dus die market die staat hier niet goed. Maar hoe heet het? De ones kan je ook nog wel krijgen, is. Hoor. Lab is volgens mij deze kant. Labsfans. Ja, je vond het wel leuk. Maar je doet nu alsof je het niet leuk vond. Maar je begon met lachen. Echt lachen. Alleen mensen zijn altijd heel boos als ik hier binnenloop. Werkt Sonos een beetje chill met je Home-app? Dat je alsnog via je iPhone met Siri kan bedienen? Weet ik niet, heb ik niet gebruikt. Want ik heb de Sonos Playbar en die is nog niet AirPlay certified of whatever. Dat zijn die losse Sonos One SL boxjes wel. Maar wanneer je die koppelt met een Playbar, dan werkt die AirPlay 2 ook niet. Dus dan moet je echt gewoon een nieuwe... Moet je een Beam hebben bijvoorbeeld, die heeft Beam. AirPlay. Of je moet de Arc hebben, die heeft AirPlay. Gewoon dan hier, werkt dat fantastisch. Ik zat gewoon één verdieping te hoog. Hey, stelen bestaat overigens niet. Dus als je welke kist kun je gewoon grijpen? Zeker. Groene merken moeten ook niet aan acties doen. Nou, ben ik niet per se mee eens. Liever wel. Ja, liever kan het zeggen, minder. Ja. Het liefst gewoon zo min mogelijk. Maar wat zeg, officieel doen die bedrijven nooit Steken. Mee met BTW-dagen. Maar in de winkel prijzen ze het toch gewoon af. Ze mogen er alleen niet mee adverteren soms, weet je wel. Zit er dan ook echt geen BTW op? Of is er gewoon 21% korting? Nee, het is gewoon 21% ja. eraf. Ja, dus zeg maar als maar Daan de mediamaker... Maar het is niet min 21%, hè? Want, nee, oké. Okay. Want de prijs is al met 21. Dus ja. Dat is kleiner. Gaat er vanaf. Volgens mij is het iets van 17% of 19% wat er dan afgaat. Oké, okay. Maar het is dus Daan de media ondernemer... die kan dan ook nog zijn BTW daar weer vanaf. Ja. Zeker, ja, zeker, ja. Zeker. Ja, 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 absoluut. Dat jullie het even weten. Ja, je moet gewoon delen door 1.21. That's it. Nee, is niet misleidend. Dat is hoe BTW werkt. Ik bedoel, als je niet snapt hoe BTW werkt, ja, daar kunnen zij toch vrij weinig aan doen. Ja, en dan elleboog op tafel. Stift. Check in de box. Ze zeggen ook niet 21% korting. Ze zeggen de BTW eraf. En ze mogen uiteraard niet shit verkopen zonder BTW. Dat mag gewoon niet. Precies. Ja, maar ze zeggen het nog.
Ja, maar oké. Okay. Mag wel iets verder kijken dan je neus lang is, toch? Ja. Nee eens. I say nee. Het heeft ook wel iets van Sinister Gim, maar dan een menselijke versie. Ja, ja, dat had ik dus ook. En ik vond het, zeg maar, als je in de comics kent, He Who Remains, dat zeg maar echt een oudere versie met die lange sik van Kang the Conqueror. Ja. Als je dan zijn Daanpan bekijkt en deze, ja, dat is soort van die transitie. Ja. Ik noem hem ook Kang the Conqueror. Shane van Shane McGuire, nog iets van John Wick. Die guy die... Shane McKellen, die zit hierin zelfs. Die trailer heeft gedaan. Dat, ja, vond ik hem ook op lijken. Ja, maar dat zeg ik net. Shane McKellen of wat dan ook. Dat is de guy van John Wick. Nee, je bedoelt die Shane McKellen. Ja, dat zeg ik net. Ik weet dat je dat zo kan. Godverdomme. Maar wel een dunnere versie dan, toch? Ja. Ja, dat zeg ik toch. Ja, wat zeg je? He took the God's main blade. 25.000? Mijn god. Hij wil dat ik... Wat is dat dan? Nee, sorry. Ik ben helemaal in de war dan. Schrijf ik het nou verkeerd of... McKellen, volgens mij. McKellen. Kong de Kankerer. Ja, inderdaad. Misschien dan heet hij niet zo. Dan heb ik het gewoon bedacht. Ja, hij heet Shane Shane John Wick. Shane McLean. Wat een stilte. Hier. Ian McShane. Ian McShane. Ja, daarom. Jezus, wat zeg ik Christus, nog? Jongens. Ian McShane. Shane McKellen. Shane McKellen. What the fuck? Waar trekken jullie die McKellen in negen vanuit je reet? Nee, ja. Kellen McCullen. Brasco vraagt aan je, hoe is de framerate bij jullie in een druk gebied? Zeg ik niet. Nou, waar heb jij hem opgespeeld? PlayStation? PC. Laptop. Laptop. In-game sound horen we niet goed. Kan die... Mag harder, hoor. Gewoon voor ons. Ja. Nou, dat kan niet. We hebben echt heel vaak hier streams... dat we een game zitten streamen... en dan kom ik erachter dat we de hele stream lang geen geluid hebben. Maar dat kan hier niet harder. Ja, dat is zonde. Dat hoeft niet te mogen. Oh, sorry. Als je wapen trekt, dan gaan ze meteen on-edge zijn, hè? Ja. Ik heb een keer met mijn staffie gewoon wat doosjes te doen. Nou, toen was het hele dorp was verontwaardigd, hoor. Ik kwam zo achter me aangerend. Toen had ik zoiets van, oké, fair enough. Je hebt hard genoeg en ver genoeg gerend. En toen kwam ik terug en toen was het weer oké. Waar mag ik het inleveren? Een zeppertje wat harder zetten. Ja, maar het is niet voor ons. Met mijn staffie. Voor de kijkers. Nee, maar net zei iemand al van, ik hoor de tv harder dan de game audio over de dingen. En dan klinkt het dubbel. Waarom zou ik in godsnaam daarheen moeten? Welke staf? The New Gods, maar je recommended as the Orville. Pardon. Ik weet niet hoe die heet. Ik moet dat spul verzamelen, maar dat heb ik echt al lang en breed. Nee, de mic hoort ook het hardste staan, Ramontjes. Dus dat is zeg maar de benchmark. Precies. Komt ie aan. Denk je dat het om die game gaat? Ja. Het gaat om ons. 15 Worms Life Crystal. Nee, 67. Sukkels. Zo, dat zijn er best wel. Dat betekent dat ik een draakje of... Je bent pas online als je sound issues hebt. Dat is voor mij ook altijd het lastige geluid van de stream. Want ik heb alleen de monitor van de game audio natuurlijk. Ik heb geen idee hoe dat in verhouding staat met mijn stem. Moet ik altijd vragen aan de kijkers. Oeps, ik had er al harder, niet bij. Zachter, geen idee. Ja, dat is kut, hè? Monitor is nooit... het monitoren nee, en het is verschilt, altijd het is niet alsof je een testopname kan maken en dan... Oké, dit wordt hem. Nee, want het verschilt per game. Oh, de ene game is weer tyfus luid en de andere weer niet. Klopt. Zet jullie toch gewoon een limmertje op of zo? Ja, je moet gewoon slim. Ik vind streamen leuk, man. Het is gewoon slim. Ik vind streamen gewoon leuk, alleen voor mezelf. Moet je eens luisteren, guy. Ik vind streamen voor andere mensen vind ik leuk. Ik vind streamen de techniek hier leuk. Ik neem even streamen achter. Het leuk om maar na te denken over vet hoe je het vetter kan maken. Om een mooie fucking stream in elkaar te zetten. Ja. Daar hou ik van. 4K. Soepele. Ja, precies. Het mag geen frame drops hebben of wat dan ook. Ja. Perfecte instartjes, perfect geluid, perfect beeld. Leuke overleedjes. Gewoon hier en daar een tikkertje. Dat is, ja, dat produceren. Is gewoon, dat vind ik hartstikke leuk. Maar ja, dan heb je van die sukkels zoals die nu achter de knoppen zitten. Wil je een biertje van mij, Pascal? Krijg je ook niet, fuck ja.
jongens, dat is een geintje. Dat moet kunnen. Jesus Christ. Toch niet. Voordat ik straks een Matthijs van Nieuwkerkje genoemd word. Ga op je knieën. Ga op je knieën. Zeg sorry. Spiegel. Meneer van Nieuwkerk. Meneer van de Brink voor jou. Ja. Zal je af en toe maar kan juichen. Zitten in jullie pc ook een krachtige batterij? Ja, een hele krachtige. Batterij? Met een stekker eraan. Hoeveel wattjes heb jij? Nu 750. En ik ga voor mijn nieuwe pc naar 1000. 1000? 1000! Maar dat is toch wel zwaar overkill? Ja. Dat heb je niet nodig, hoor. Zo, ik heb... Je weet nooit wat voor GPU's er in de toekomst uitkomen. Een lijpe MSI-case gezien. Ja? Ja, die ga ik nemen. Ik ga denk voor deze NCXT-case. Ik wil dus eigenlijk... Het ziet eruit als de McDonald's op Coolsingel, hoor. Daar moet ik er wel bij zeggen. Nee. Ik wil eigenlijk een regie-set bouwen. Met een switcher erin en een VMix-bak en dan weet ik van. Maar dan dat de VMix-bak bovenop zit en dat die dus op zijn zij ligt. Ja. En dat dus de zijkant en de voorkant glas zijn daarvan. Nou, dat is dus die nieuwe... Maar dat zijn al die nieuwe cases zo'n beetje. Zijn die zijn vet. Allround glas gewoon zo. Ja, dat vind ik dus heel dat sick. Deze dus ook. Kijk, die ziet er ongeveer zo uit. Ja. Zeg maar van alle kanten gewoon open. Ja. Maar die MSI, die heeft dus een rond glas. Die heeft gewoon een curve. Dus dat is één stuk. Wauw, dat zie je nooit. Ja, dat is insane. Is dat Coolsingel, volgens mij? Ja, kijk. Oh, zo. Ja, ja, ja. Die ziet ja. er precies zo uit. Want ik vind namelijk in de wereld van productie, streaming en dergelijke. Iedereen, het is natuurlijk logisch. Iedereen werkt met van die heavy duty flight cases. Wel. Mm. Maar het ziet er allemaal lelijk uit. Nou, ik vind het wel cool. Het gaat om de esthetiek van je eindproduct. Maar ik vind het ook... Het mag er ook wel een beetje zeker geinig uitzien. Weten, zeker, man. Zeker. Dat is leuk. Dat is, maar ik vind zelf een flight case wel heel tof. Ja, oké. Okay, behalve je haalt het deksel eraf en er zitten een paar zwarte dozen in. Dat vind ik een beetje saai. Ja, ik zou eerder bijna niet zeggen dat hij gewoon vandaan komt. Open en dat, dat het gewoon in de case zo ja. zit. Ik moet zeggen, ik ben nu de Elgato 4KX capture card aan het checken. En dat doe ik op mijn Mac. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Loopt via mijn Mac allemaal... Weet je, en ik heb die AirPods Max maar is dat, voor, is dat voor een USB capture monitor. Card? Ja, ja okay. USB 3.1 geloof ik. Okay. Ja, die zit echt super nice. En het is zo'n kastje, weet je, zo heel dun. Ja. Echt mooi. Vind ik mooi. Ja, ik vind gewoon mooie hardware, vind ik mooi. Is ook mooi. Ja. Ik zal die kastjes... Het mag best gezegd worden. Zo, hallo. Jesus Christ. Ik wil trouwens even een kleine veeg halen door mijn pan. Blikje in die water. Ik vind het helemaal mooi. Een blikje. Elgato. Ik ben helemaal wakker. Een hele leuke partner vinden hoor. Elgato, kijken jullie mee? Ja, dat doen ze niet. Zijn we geen stoere TikTok streamertjes? Nope. Hey, Elgato, ik ben een producer, man. Come on, hit me up. Wij kunnen echt leuke dingen doen. Die streamers die kunnen alleen een knopje instellen voor... Hey chat, licht aan. Fuck off. Ja, voor de rest kunnen ze een beetje fucking... die midden op een zolderkamertje zitten. Zo, heb jij Kuikertje ontmoet bij Ajax Utrecht? Huh? Heb je Kuikertje ontmoet bij Ajax Utrecht? Ja, ja, zeker. Alwin. Volgens mij heb ik nu gewoon je naam gespoild. Gedokst, ja. Hey. Daan streamt heel vaak, maar Daan streamt voor anderen. Maar niet voor mezelf. Nee, ik wou zeggen. Waarom denk je dat mijn stream er zo slik uitziet? Het is gewoon Daan continu achter de schermen aan. Van wie is Anne? Van wie is Genald? Oké, deze. Dit is Summer Pawn. Wie? Van wie, oh wie is deze pawn? Ja, wie zal dat nou zijn, hè? Hele sikke skills. Nee, er zitten niet heel veel skills op, denk ik. Ze lopen eerst allemaal weg en dan komt, dan komt het tevoorschijn. Hoor. Emmetje. Nog steeds level 8. Heel klein, lijp. I'm attentive and loyal, geloof ik niks van. Fightertje. Is dat jouw actiefje? Mijn wederhelft. Wederhelft. Ja. Ik zie het ook echt meteen. Toch? Ze lijken er echt op. Ja, toch? Kijk hoe klein. Ze lijken er echt op. Is het ook zo'n Bridget?
Nee, joh, ik heb er, weet ik veel, er is één, weet ik veel, 74 of zo in die game. Maar heeft ze ook best een Kindle Blend? Ja, gewoon normaal, hartstikke normaal plus. Ja, maar gezicht lijkt er wel echt op. Ja. Ja, hoe lang ben je ermee bezig geweest? Ja, niet zo heel lang. Want, er was een pawn die er wel een beetje op leek. Dus, oh, wacht, die kan ik wel even aanpassen. Is het nou maar staat jouw pawn ook bij de Pawn Stars? Unique pawn. Staat jouw daar daarbij dan? Ja, die staat hier. Oh wel? You. Dit is mijn, hè? Summon, ja, het heeft weinig zin om te summonen. Want ja, die heb je al. Daar staat hij. Dit is de Yukon waar we het over hebben. Hij lijkt echt op jou. Ja, het is insane. Het is echt alsof je gewoon... Maar wel met een iets meer Turkse Weet story. Je, ken je Ready Player One? Dat die avatars wel een beetje lijken op de mensen. Dat heb je ook. Klein, gewoon een maar klein Yu mee. Is niet, dat ben jij niet. Kijk maar, Yu staat daarachter. Verder, daar. Dat ben jij niet. Huh? Maar ik had namelijk... Ik keek bij een andere. Ik heb hem namelijk wel voorbij zien komen. No, Yu! Ja. Ik heb hem voorbij zien komen. Me? Me? No, Yu! Masculine, human, straightforward. Nee. Sorry jongens, dit is alleen voor de mensen die, Rush Hour hebben gezien. Rush Hour. Dan staat hij hier nu niet. Ik heb hem namelijk wel gezien. Toen ging ik naar profiel en toen kreeg ik mijn eigen profiel te zien. Dat stond natuurlijk ook nergens op. Maar Egbert, is dat onze Egbert ook? Dat weet ik niet. Moet je even zwarmen hem even. Dan zou je hem moeten kunnen herkennen, toch? Als hij aankomt lopen met zijn vlogcam. Als hij aankomt lopen met zijn vlogcam, dan weet je genoeg. Capcom Pawn 19. Dus er is wel iemand die van tevoren al die shit heeft gemaakt? Of? Nou, ik denk dat dit dan een Capcom account is aangemaakt om een officiële pawn toe te voegen. Dus het zou goed kunnen. Ja, hè? Ja, dit wil ik zien. Deze wil ik, man. Ja, toch? Dat wist ik al. Ik wil die ook namelijk. Ik wil die in het wit. Die is er volgens mij ook, ja. Oh my god. Wat is erom? Het is, hij is alleen wat breder, omdat het natuurlijk soort van daarachter maar zitten de... Hoe heet dat? De slots voor de HDD's of de SSD's. Oh, dit is zo vet als je dit ziet, jongens. Ja, hè? Hij heeft een naam. Hier met de MSI. Komt hij opnieuw. Je kijkt naar principe geen Jackie Chan. Panoramic glass, rond een beetje gebogen aquarium stijltje. Ja. Aquariumpje. No, you is me, I'm you. Ik weet alleen even niet de naam. Staat dat erin? Ja, dat moet wel, toch? Forward deze naar mij, stuur ik hem naar iemand van de MC. Want die kan hem dat wel vertellen. Welke het is, bedoel je? Ja. En dat ik hem wil hebben. Ja, ik ook. Maar daar zijn we natuurlijk, daar is jij mee bezig, toch? Ja, ja. Met een goed Vexele, ja. Die persoon die ik ken, die zit daar ook gewoon tussenin. Die is overal van op de hoogte. Chill. Hi, Holly Dom. Dit is een hele coole pawn. Jackie Chan irriteert me fucking mateloos. Bizar. Wat is dit voor personal vendetta? Ja, racist. Een hele eenzijdige personal vendetta. Ik heb niet het idee dat Jackie Chan überhaupt weet wie je bent. Een harde tante? Who are you? You? I'm me! I am me! And me and you! Sasha. I pray my efforts aid your cause. Valhalla. Ik ben wel heel benieuwd naar dit verhaal, Dirk Meister. Hi. Principe. Nou, dan heb je principes hoor. Uit principe is geen Jackie Chan film kijken. Ik heb ook een high 11. Marcille. Marcille. Jezus, de oren. Nee, deze is te healy. Ze moeten wel wat kunnen ook nog. Ja. Braylon. Braylon. Ik heb dat niet, Dirk Buister. Nee, ik heb dat niet. Jules. Dat je gewoon iemand niet kan hebben, oh, dat heb ik heel vaak, ja. Maar dat ik niet principieel dan iets niet ga doen. Brion. Dat ik, als ik iemand niet mag, ja. I don't care, dat besteed ik er letterlijk nul aandacht aan. Ja. Dark Hero. Ja, dat zo heet deze guy, want zo heet die creator. Nerd. Ik zocht een filmpje van, oh, waar vind ik eigenlijk deze klas? Van wie is dat fucking filmpje? Van Dark Hero.
terwijl ik hem al in mijn team had. Vet. En zo zijn mensen dus mij ook tegengekomen. Ja, ik ben ook Dickmaster. Oké, nou, misschien zeg je het, had je het op ik een manier verwoord. Ik denk toch dat ik deze dame ga nu maar... willen. Ja? Ja, zo, ik vind haar wel cool. Pikant. Party's full. Ik heb niet kunnen vinden wat de Inclination deed. Dat is gewoon de manier waarop ze praten tegen je. Precies. Maar letterlijk dat. Het is het stemgeluid en een beetje wat ze zeggen. Ik ga hatewatching is een ding. Ja, we hebben zeker Shogun gezien. Maar even kijken, misschien kan ik wel. Ik ga wel een bosje bloemen, heb ik dat? Aankomende Nurkultur. Ja, hier, een bosje bloemen, een bunch of flowers. Juist. Bosje bloemen, hup, hartje erbij. Kees niet MSC, Mac, Pano, M100R. Ik ga kijken. Nee, het is wel een Mac inderdaad. Ja, dat nieuwe moederbord wat ik koop is ook een Mac toetsenbord. Of een moederbord. Het is echt wel heel lijp. Ja, AG of MEG, ze hebben alle twee. Even kijken. Ja, het is wel die man. Nee, het is hem niet. Nee. Want hier zit een soort... Dat is de voorganger, denk ik. Vierkanten. Deze zijn de nieuwe, die op CES is aangekondigd. Die is precies die is rond. En die is rond zo, en aan de achterkant is hij rond zo. Dus ik denk dat dit gewoon de voorloper hiervan is. Ja, dat kan. Dat denk ik. Oh, maar trouwens, deze spel... Pano. Dit is er ook zo eentje. Heel vet. Oeh, 18 april. Maar dat gaat je wel in de weg zitten op de battlefield. Kijk even wat er tevoorschijn wordt getoverd. Ja, een grote vortex. Ja, dat is gewoon een gigantisch. Ja. Fucking hard. Dat is echt niet... Ik wil het wel zien, dus ik ga... Oh. Nope. Dat is sweet. Ik ga jou... Is dit een 100 plus uur game? Ik denk het wel, maar dat kan Daan naar beantwoorden. Nou, jullie hebben allemaal 10 uur erin gestopt en je had hem nog niet uitgespeeld, zei je toch? Nee, dat bedoel ik. Fucking hell. Ik denk dat je er wel 100 uur in kan stoppen als je gewoon ook de hele wereld een beetje doorbanjert en wat dan ook. Het verhaal zelf zal een stuk eerder uit hebben. Ik vind dat wij even een Griffin moeten aanpakken. 10 points voor Gryffindor. En Griffins die zitten... Kijk, bij dit soort shops, deze dame volgens mij niet. Maar bij die in Vernworth kan je hier dus je van die punten die je rechtsbovenin ziet, dat RC, Rift Crystals... Kan je dus dingen kopen om je gezicht of je lichaam aan te passen. Maar ze is wel echt een lelijke panter, man. Ja, maar daarom... Het is een pantermevrouw, maar zelfs voor een pantermevrouw is ze echt lelijk. Deze, ja. Er zijn ook mooie. Ja, er zijn vooral de humans kunnen heel mooi gemaakt worden. Wat is jullie game fucking waar jullie racist. De meeste uren in hebben zitten? Ik denk dat Oblivion. Dat voor mij Destiny is. Ik denk dat er geen één game over heeft. Ja, Destiny Skyrim misschien wel, ja. Of Oblivion. Oblivion heb ik volgens mij 1100 uur in. Jezus. Nou, dat heb ik denk maar met Destiny de heb ik wel volgens mij ook 1000 plus uren zitten. Maar ja, dat is natuurlijk... Dat is anders. Het gaat zo... Tuurlijk, ja. Dan zeker. Heb je de grind, weet je. Bij Oblivion heb je niet de grind. Dan is het gewoon maar life. Ik zie al, ik heb voor mijn gevoel echt heel veel Final Fantasy 14 gespeeld. Hè? Want ik ben ook bij de laatste expansion. Ik ben max level, al die fucking shit. En dan ga ik kijken. Volgens mij had ik 200 uur gespeeld. Dat valt nog mee. Ja. Ja. Waarom is de Avowed trailer van 2022 zo'n gevoelig onderwerp voor Jelle? Ik vraag al bijna 2 jaar wat hij van de trailer vindt. Hij antwoordt gewoon nooit. Ik word gewoon genegeerd. Ik heb die vraag dan nooit van je gezien. Kolf helps. En wat ik daarvan vind, is ik vind die heel... Oh my, kan je wel... Is dat de vorige of de eerste? De tweede. De tweede, ja. Nee, 2020 is de eerste. Ja, precies. Dan de tweede trailer. Oh, jezus. Ik ga alles helemaal over de tafel. Nee, gevoelig onderwerp. Ik vond het gewoon niet een lijpe trailer. Ik vond het niet er cool uitzien. Dat was de eerste gameplay trailer, toch? Ja. Ja. Oh, die dat eruit ziet als een kind. Nou, vond ik niet mooi, hoor. Nee, gewoon een kindergame. Nou, een manetje van alles. Een beetje net als die MMO van Amazon. Ja. New World. Ja. Zo van, oké. Okay, ja. En we hebben cowboys. Ja. En we hebben piraten. En we hebben robots. Of weet ik van wat. Wat vond Jelle van de Beetlejuice trailer? Hij heeft helemaal niks met Beetlejuice. Ik was net zo geschokt als jij. Wel cool dat mensen hem dus Beetlejuice noemen. Dat is wel leuk. Ja, maar dat zou summon yeah. Dus ja. Twee keer of vier keer? Ik denk twee keer. Want in de titel is Beetlejuice. Ja. Ja. En ook op dat kleine reclamebord staat ook 2 keer Beetlejuice. Ja. Maar nou, toch 3 keer. Ja, nou, weird in de fucking dingen. Ja, ben je nu maar 2. Gerustgesteld, Cole Phelps? Was dit alles wat je nodig had in je leven?
Nou, hij heeft er 2 jaar mee gezeten, Jelle. Daar kan je niet zo luchtig over. Waarom heb je me zo genegeerd? Ja, weet ik veel. Ik heb je vraag gewoon niet gehoord. Hier, Koolveld. Kijk uit, hè, want dit doet Jelle met jou. Optillen weg alweer. Maar, nee, het zit in nerdculture, Dirk. Oh, hier, wacht even. De case is de Mac Maestro. Nou, het klinkt zo ook heet als hij de, inderdaad. De Mac zo. Maestro. ATX, is dat een bepaalde maat? Is dat groter of kleiner juist? Dat is gewoon normaal. Normaal? Ja. Oké, ja. Hij heet Maestro, inderdaad. Dat is hem, Prism. Ja, dat is hem. Zeker. Reet, hè? Ook in het wit. Oh my god. Yes. En heb je EATX, Jelle? Er zit ook hele sikke... het is brushed aluminum-achtig iets. Met van die sikke gaatjes erin. Sikke gaatjes. Nee, deze, ja, een beetje van die coole honingraad-achtige perspectief. Dat is toch super sick. Eruit ziet, man. Ja. Hoe duur is de case? Ja, volgens mij, het is van een MEG, dus volgens mij is het niet eens de hoofdprijs. De MEG zijn wel de duurste, toch? MEG, MEG. MAG. Oh, MEG. Huh? Ja, MEG. Maar je hebt ook MAG. Je hebt ook MAG, ja. Maar dus als iedereen wil weten waar we het over hebben, de MEG Maestro. Die daar zijn Koos en ik voor aan het lobbyen. Je kan er gewoon letterlijk bij zeggen, not sponsored. Want dit is gewoon echt puur uit het hart. Ja, het item is wel mede mogen gemaakt door onze vrienden van MSI. Maar dit is een eigen... Hij is voorlopig alleen nog in Korea te koop, hoor. Corona? Jezus. Ja, maar hij is pas vorige maand of anderhalve maand geleden aangekondigd. Dus. Ja, en anders dan kunnen onze vriendelijke vrienden van MSI dat natuurlijk wel eventjes proberen te regelen. Dat er in ieder geval 2 naar Nederland komen. Zeker. Hebben we weer niks kunnen we onze case ombouwen? Of willen we daar ook gewoon nieuwe hardware in? 4090? Zeg maar nieuwe hardware. Nou, wachten we op de 5000. Ik heb tegen ze gezegd, van, ik ben in principe niet op zoek naar een nieuwe GPU. Want ik heb een goede GPU. Maar als je er nog één hebt liggen. Maar als ik een goede deal kan krijgen... Echt een goede deal kan krijgen op een GPU, dan doe ik het wel. Maar anders hou ik gewoon die van mij totdat de volgende generatie. Zitten jullie altijd sommeren om hierheen te komen, maar kom dan ook gewoon met je truttelkop. Niet ze zweeft. Zwoven. Hup. Hey, Flexalea. Jij ook? Maar ze zat vast achter dat ding, man. Ja, het is allemaal wat. Hier, meekomen, anders staan ze niet aan boord en dan zijn ze weg. Het is zo grappig om Daan in een game te zien lopen. En ingehuurd te zien worden door andere reviewers. Aaron Taylor Johnson de nieuwe James Bond wordt. Nou, hij heeft het zelf ontkend. Nee, maar deze week kwam dat... Ja, de Sun zei dat. Maar hij heeft erop gereageerd en hij ontkent het. Oh, oké. En de Sun is... Nou, ja, het is een roddelblad. Het is wel de Sun. Ja, het is een roddelblad. Maar, Oké, dat wist ik niet dat hij... wow. Maar als hij het wordt... Prima. Al had ik wel liever, hoe heet het, Kelly Murphy of Henry Cavill. Nee, Henry Cavill heeft al veel te... Die heeft toch ook een Bond villain al gespeeld, dus dat zou gek zijn. Nee, Mission Impossible was het. Oh, dat was inderdaad, sorry. Ja. Met zijn reloading fists. Ja, maar dat was super vet. Wie verzint dat? Ja, fucking vet toch? En die snor van hem. De tering. Nou, hij rokte een klein beetje. Ik twijfelde. In welke film hebben ze snor ook weer weg? Een klein beetje aan mijn seksualiteit. Op dat moment. Dat hij, ik vind het dat sowieso gewoon een hele geile man. En die vette snor van hem. Het is gewoon een hele geile man. Ja. Ik denk dat het dus wel meevalt. En hij is een PC-gamer. Hij is een van de internet-daddies op dit moment. Weet je, het is een beetje van het kaliber, hoe heet het? John Wick? Keanu Reeves? Absoluut. Qua populariteit bij de gamer en de nerd, zeg maar. Maar ik denk dat Killian Murphy de meest interessante zou neer kunnen zetten. Ik denk Henry Cavill misschien de bruutste. Aaron Taylor Johnson, ik heb haar geen idee. De smoothste. Ja, misschien wel. Maar misschien is dat juist heel kut. Ja, nee, ik zie dat wel gebeuren. Tom Hiddleston en 007. Ook, lijkt me ook heel vet. Ja, denk je? Ja, een stuk of 2, 3, max. Gewoon met je wegrennen. Hij begint namelijk wel een beetje te smelten. Tom Holland, dan gooi ik hem net zoals dit het ravijn in. Zeker. Er vliegt hier echt tot nu toe elke dag dat Tom ik gespeeld heb, vliegt ik hier ik zou Tom Hardy zou ik heel hard vinden, maar dan moet ze nog harder gaan met Bond als dat ze met... daarom, dat is al een veel te rough guy. Eigenlijk daarom is dat een rol, dus daarom moet het even terug. Ja, eens. Moet weer even slik. En daarom vond ik Killian Murphy wel vet. Maar is hij dan ook... Is hij niet stoer genoeg? Wie? Killian Murphy. Nee, maar ik vind eigenlijk ook mijn favoriet is Roger Moore. En het is ook niet per se een hele stoere kerel.
True. Een beetje gewoon een normale guy. Ik denk dat hij dat heel goed kan spelen. Ja. Nou ja, hij natuurlijk precies. Ook al in Peaky Blinders heeft hij ook wel een ruige karakter. Vrij badass geweest, ja. Ja. Alleen, hij is natuurlijk wat ouder, dus dan krijg je een oudere bot. Ik ben fucking blind. Jason Statham. Bolt Bond. James Bolt. Hij was laatst in de Gelredome. Ja, van mij werkt bij Unibet. En die sponsort The Glory, geloof ik. Glory, ja. En zei, kijk wie naast me zit. Fucking Jason Statham. Ja, soms staphard. Jason Achterham. Staatsham. Yorkham. Jason Yorkham. Yorkham. Ja, ik heb gewoon niks met dat vechten. Ik ben er helemaal gek van ook, maar ik heb er niks mee. Van? Oh, vechten? Ik vind kickboxen mooi om te zien. Ja, ik kan er gewoon vooral niet vooral de zwaarste. Kijk, nou, dat is dus ding. Gang raped door wolves, hè? Zeker. En niemand die maakt. Als ik moet kiezen, boksen of kickboksen, dan vind ik boksen. Doe dan helpen. Mooi. Boksen is klassieker. Ja, ik weet niet. Ik kan er niet mijn vinger op leggen, maar ik vind het mooier. In Snatch en Lockstock was hij top, daarna niks van gekeken. Hoe weet je dan of de rest ook wel of niet top is? Smash that help button. Hij daarna niet top was. Hij zegt, daarna heb ik niks meer gekeken, dus ik weet het niet. Ja, maar waarom zou je... Wat is dit voor... Waarom zou je als iemand vet vindt, daarna niks meer van kijken dan? Dat kan toch? Nee. Ze gaan wel een nieuwe Boondock Saints maken trouwens. Het verlaat voor ons nerd culture ding, maar ook met Norman Reedus gewoon weer. Oh, cool. Ja. Je hebt geld nodig. Denk je? Die heeft toch echt miljoen seizoenen fucking Walking Dead nog. Ja, ik weet niet of hij daar veel mee heeft. Oh, daar gaat hij hoor. Pak deze. Toledoki! En Death Stranding heeft hij natuurlijk. Ja, dat is dikke ook geen vet pot. Ik vind het wel een lijpe spel hoor. Maar denk zo, dat hij daarvoor ik zweer, ze worden gewoon erin mee. Kijk dan, ze worden gewoon meegetrokken. Nou, jawel, want ze gebruiken ze gelijkenis natuurlijk. Ja, precies. Ik een hele high five om het af te sluiten. Ja, dat is leuk is dat. Ja, dat is heerlijk. Een van mijn favoriete dingen uit de game. Is gewoon die high five als Yoshi iets weet leuks je? Gedaan heeft. Ik heb echt werkelijk geen idee, maar ik ga gewoon zeggen 500.000. Ja, nee, ik denk minder. Voor wat? Voor het verlenen van zijn gelijkenis en voice acting natuurlijk. Nee, het is ook echte acting. Het is niet alleen voice acting. Dat is hoeveel Norman Reedus voor Death Stranding heeft al wel meer dan 500.000. Ik denk veel minder. Minder? Ik denk wel $2-3 ton. Ik wel een milletje. Ik heb werkelijk geen idee. Gosse, inflatie man. Milletje. Milletje was vorig jaar een half. Ja, maar die chick die kreeg, zou 500.000 krijgen voor een bijrolletje in Agatha. Maar dat is tv natuurlijk. Om een of andere reden heb ik het idee dat tv en filmacteurs nog steeds wel veel meer betaald worden dan videogameacteurs. Los van wat het opbrengt of wat de productiewaarde is. Op deze manier komt die Griffin er niet, hoor. Godverdomme. Nou, dan gaan we even slapen. Then I shall remain by your side. Alan Ritchie, nee joh. Gek. Veel te groot. Veel te Amerikaans. Dus Giant als James Bond. Die is wel in Bond. Nee, of was dat ook in Mission Impossible? Dat die... Indiana Jones zit hij in. Oh ja, Indiana Jones zit hij. Ja, en er zitten nog meer films. Hij zit er nu ook weer in. Dat was laatst ook weer. En die we zagen trailer. Zat hij ook weer in. Oh, Borderlands volgens mij zit hij ook weer in. Ik heb zeker een paar afleveringen van The Gentleman op Netflix gezien. Dat ik leuk. Ik ben net begonnen, maar ik werd afgeleid door Physical Day. Physical 100. Shit is gruwelijk. De naam is 888. Tomorrow 888. Tomorrow is heel vet. Muscle meat goat, ja, nooit meer kip snijden. Ja, precies, het ligt in de supermarkt. Het is nog best wel aardig. Het is niet eens duur. Elite camping gear. Ja, man. Het is gewoon een tentje. Nou, het wordt gedroogd vlees. Oeh, aged beast. Kijk al die plusjes. Yeah. 5 om 5 om 5 om 5. Hoe lang blijven die effect? In principe een soort van halve dag. Ah, dit is zo top dit. Ja, dat ziet er zo goed uit. Ik wil dit echt in mijn mond stoppen. Een goede beukert van een steak. Ja, dat is echt amazing. Oh. Ik wil naar een steakrestaurant. Ik wil gewoon weer... Had ik het dus ik wil roadtrips doen. En dan gewoon dat het niet om gaming gaat, maar om vlees. Vleestrips. We worden gewoon geil als we een T-bone tomahawk in beeld zien. Vleeskings. Vleestrips. 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 Lekker normaal. Ja, welkom. Je kijkt naar vleestrips. Ja, je kijkt naar vleestrips. Dat is toch lekker?
Ik hou ervan als we zo'n heerlijk simpel programma maken. Dat is toch gaaf. Vleestrips. Want daarom is vandaag zijn we bij... Mijn poppetjes inclination is ook simpel. Hij houdt van beuken en verzamelen. En vlees. Meer hoeft hij... Ja, en vlees. Oi master, I need some meat. There's odd meat over there. There ought to be some meat. Ja. Yeah. There's not to be found here. Vandaag zijn we bij Steakhouse Argentinië in Purmerend. Ja. In de keuken staat John en Juan. John, Juan. John, kom even bij. Doe even een peukje. Dit is een sirloin in het Nederlands kogel. En die gaat nu op de grill. Oh, moet je horen. Maar oh, luister, ruikt goed, maar eerlijk. Even drukken, even proeven. Moeten meer games niet gewoon... Ik zeg maar wat, je hebt een 20-tal recepten. De ene met wat groenten en vlees, dan met dit en dat. Gewoon groente. Een 20-tal filmpjes van dat even op zo'n plaat ligt te bakken. Ja. Dat is toch fucking veel nicer dan dat je dat in games ziet gebeuren. Ja, zeker. Ik vind dat ook leuk. Ik had die graag het moeilijk, een paar courgette naast zien liggen of zo. Dat immersion breaking vinden, omdat ze zo'n... Nee, man. Nee, maar kijk, hier, dit zijn dat nog enigszins wel realistische graphics, maar hier toch wel een groot contrast. En dan ga je, stel, bij Zelda zouden ze dat doen. Zie je ineens maar ik bedoel echt bij zo'n game. Het moet, okay. En ik denk ook alleen dat die Japanse games ermee wegkomen. Want in Yakuza gebeurt het ook de hele tijd. Daar waar ze echte filmpjes kunnen gebruiken, gebruiken ze echte filmpjes. Bij die Tinder shit. Ik weet niet of het gespeeld heb, maar dan weet je waar ik het over heb. Zeker. Hij heeft het ook. Ja. Dat is het enige wat ik heb gespeeld, gek. Dat is alleen maar naar, hoe heet die clubs ook alweer? Ja, dat weet ik ook niet meer. Geen gentleman. Maar dat was super ongemakkelijk, want die vrouw van Sega, die zat naast me. En die zat mee te kijken wat ik zit te spelen. En ik zit alleen met de romance. Ik zat daar tegenover naar dat te kijken. Maar ze was heel goed aan het bezig met wat er op haar blaadje stond. En niet met wat er op jouw scherm gebeurde. Ja, gelukkig. Ja. Had ik me heel ongemakkelijk gevoelen. Ja. Snacks review voor bij het gamen. Nee, joh. Ik ga heel even. Gewoon vleeskings. Gewoon vleeskeuren. Nee, gewoon vleestrips. Welkom bij de vleeskeuring. Vleestrips. Wow, twee tegelijkertijd. Hit me baby. Niet gewoon one de vleeskeuring. Huh? De vleeskeuring. Ja, maar dat is Tinder. Ja, maar dus, dan reclaimen we dat. Fuck Tinder. Oh, nee, niet. Kijk uit, boys. Boom. Juist hem. Krijgt even een bolt voor zijn bek. Boom! Steek hem in zijn oog! Vlak, juke hem! Oh, kut. Die ander, die pakt jou. Oh, ik word... Wordt door een wolf opgeknaald. Heel scharminkelig. Oh, duwen! Duwen! Nou, dat gaat zin. Ik ben heel benieuwd als die dame die vortex oproept. Wat zou ik eten? Ik ga echt denk ik een snack, een steak sirup. Daar heb ik echt trek in. Estelle is dood. Estrella Dam. Dat is, heb je dat uitgezet? Want ik, als er bij mij iemand geveld is, hoor ik echt... Nee, hoor jij geen alarm? Ik heb een alarm dan. Nou, dat gaat. Ik hoor wel iets. Dat wordt interessant. Kijk, stekdoos gaat berenpik bakken. Eten. Hij gaat berenpik eten. Ja, ik vind het wel heel vet tegen die fucking gigantische ogres vechten, hoor. Ja, maar dan. 5 minuten. Of 7 minuten. En op de Tinder voor games zou je deze links of rechts swipen? Dat zeg ik niet. Oh man, mensen willen weten of ze het moeten kopen. Ja, ze gaan dan. Morgen ga ik ze dat vertellen. Nee, morgenochtend. Ik heb de mensen al verteld op Discord wat jij ervan vond. Oh. Ja, kan je daar lezen. In de GameKings Discord, in jouw Discord. In mijne. Dat is copyright infringement, hè? Ja, sue me, bitches! Ik heb mijn mening niet aan jou uitgeleend. Nee, dat helemaal kapot gestampt hier. Ik nak het gewoon, net zoals jij filmpjes nakt van het internet. Wat voor filmpjes nak ik van het internet? Bioscoopfilmpjes. Ik huur nu alles. Ik
prik hem niet in zijn oog, hè? Dus ik moet eigenlijk iets naar beneden. Weet je wat nice is? Als je echt wil weten hoe verschillend mijn broertje en ik zijn. Mijn broertje vraagt, gaan we ergens naartoe donderdag? Efteling. Ja, oké, moet ik even vragen aan mijn vriendin. Zegt hij, oké. Ik zeg, ja, Brenda is down. Wat? Ik zeg, de Efteling. Oh, ik dacht dat ze down had. Nee, wacht even. Down is akkoord, bedoel je? Of down van nee, geen zin. Fair. Ja, dat is ook wel weer. Die is down. Ja, grappig. Mijn vriendin zit zich ook echt te verbazen hoe verschillend mijn broertje is. Ja? Gewoon dag en nacht. Maar Kelly gaat donderdag naar de Efteling, dus. Leuk. Ja. Oh. Ja, soms dan niet er eens om, hè. Heel langzaam. Steek hem. Als iemand vraagt van, hey, heb je zin om mee te gaan? En je zegt, nee, ik ben down. Ja. Maar er is toch geen ruimte voor maar als je interpretatie. Zegt, hey, wil je mee? Ik ben down. Dan kan je natuurlijk, als je niet soort van into straattaal bent, kan je denken van, oh, wacht, voel je je niet lekker? Voel je ben je een beetje... Ben een beetje down? Ja. De Befteling. Deze gaat zo dood nu. Voorhoofd. Juke. Ja, ik vind het super vet dit. Dit is een reden om de game te kopen. Soms als je van hoog valt, dan vangen ze je ook op, hè, als ze daar te vallen staan. Dan vangen ze precies ja, in dat arm. Is heel cool. Ja, als je oh, inderdaad... you're lucky I was standing here, cool. Master. Dat is die echte pawn shit. Ja, toch, man. Ik ben gewoon de belichaming van straat. Je doet het gewoon goed, man. Rugged bone, man. Rugged bone. Zo noemen ze mij. Rugged bone. Naar rechts. Oei, vanavond panja. Ja, toch? Is er nog een biertje? Jazeker, maar niet hier. En voor 4 minuten. Voila. Voila. Faya. Oh, die Chima is faya. Wow. Geef mij wel het bier, man. Ik wilde eigenlijk nog een Griffin beslechten. Bevechten. Ik vond het ook mooi. Je zit nu ook Mokko Mafia te kijken. Ja, ik kwam net wat slang uit. Dat was heel grappig. Wat zei die ook weer? Ik weet niet meer, maar het was zo grappig. Ja, want het ging over het broodje of jongens, zo. Jongens, broodje, Oele. Geef me kaka-broodje. Ja, ik weet niet meer wat het was. Dus, oh. Ah, geef me kankerbroodje. Ja, dat was echt fucking grappig. Wow. Sowieso. Wij, met z'n drieën lagen we helemaal in de deuk. Wauw. Ja. Pittig. Ja, kijk, Mokko Mafia. Romee, weet jij nog wat hij zei? Iets met kip, dacht ik. Kankerkip of zo? Ja, dat ah, wat was een kankerkip. We hadden inderdaad kip koken, maar de kip is niet zoals. Hij zegt, wacht, like, met die kankerkip. Klopt. Wat zei die nou? We hebben die kankerkip of zo. Dat was echt. En waarom gaan vanuit het niets? We waren ook allemaal zo verbaasd. Ja, dat was heel vet. Jesus Christ. Dat was heel... Ja, kijk. Kijk, dat was even stil, even hard lachen. Ja. Toen was het. Ja, kijk Mokko Mafia. Ja, precies. Ja. Oh, dat was echt heerlijk, ja. Wauw. Geniaal. Ja, dat was leuk. Dat is de highlight of the day. Maar geen Griffin, dat is wel jammer. Vorige keer kwam er hier dus een Griffin aanvliegen en die dacht even, ik ga deze hele kant. Wat is die blauwe shit die daar draai je die ballista's? Welke wil je nu draaien? Nee, maar ik zie nu niet. Ik op een gegeven moment zag ik ook zo'n rope ding. Nee, je moet hem duwen. Maar dat is omhoog of naar beneden. Nee, je kan hem ook zijwaarts duwen. Ja, ik kan niet vinden waar ik dat doe. Wat is die blauwe shit? Bij zo'n kleine? Nee, zo'n hele grote. Zo'n joekel. Ja, daar kan je, hè? Voordat je gaat, wat is die blauwe shit die daar staat?
Dit is een soort van fast travel punt. Die kan je plaatsen. Die kan je dus ook voor echt geld kopen. Echt. Oh, dat is die shit voor 1,99. Ja. Ja, normaal heb je er een paar. Handje vol, twee handjes vol. En je kan, dus, je kan het voor echt geld. Laten we voor de gein eens kijken dus of je deze fairy stones... Dit is waarmee je fast travelt. Of dit ook te koop is. Ja, maar heb jij al die update überhaupt? Want wij speelden natuurlijk de preview build. Ja, maar dat zit gewoon in de Steam. De pre-review. Dit is ook de area waar je het meeste performance issues gaat krijgen. En dat zie je ook dat al. Dat zien we al, ja. Ik wil dat zeggen. Maar hier in deze shop zou je als het goed is wel dingen kunnen kopen. Een kapseltje, ja. Ik The Art zeggen. Of Metamorphosis. Dat dit is dus wel met Shogun, hoor. Ja. Die priester. Hoeveel? Oh ja, hoeveel is die Art of Metamorphosis? De 500, ja. Ik vind dingen in de game zijn ook wel duur, hoor. En brilletjes kan je daar ook van kopen, maar die zijn echt... Dit is, maar moet je nagaan, hè? 10.000 voor een brilletje. Ja, ik heb nu 450. Ja. Oké, ik geef af en toe wat uit als ik een iets hoger level pawn wil inhuren dan dat ik ben. Ja, maar dan ga je bent heel vaak zomaar aan komen. Onder currency dingen. Je hebt heel vaak, nou ja, inflatie. Weinig. Maar je kan dus geen fairy stones kopen. Dus dat... Nee, dat nog is niet. Toch maar niet hier. Nee, maar dus ook niet in de shop. Fairy stones niet. De fast travel points, dus de crystals wel. Sven wants to meet with you. Sven. Says he'll be waiting. Sven. Nou, sure. Sven. Als Sven ons wil meeten, dan meeten wij Sven. Sven. Oh, wacht. Sven. Ik weet wie Sven is. Sven is de zoon van de koningin. Wat is spannend ook. Ik heb de meest cursed fucking gourmet stijl ever gezien. Iedereen heeft zijn eigen fucking bordplaat. Wow, een bord en dan een heel klein gourmet dingetje daarvoor. Yeah. Fucking lijp. Huh? Ja, ik ben sowieso fan van gourmetten, man. Ik vind het echt nice. Ja, zo ziet het eruit. Dit is je bord? Gourmetborden. Ja. En daarop zit een plaat. Ja, toch? Je hebt een bordje voor je neus en dan een derde daarvan is een plaat. Ja, het haalt ook een beetje de vibe weg, maar... Godverdomme, wat krijg ik hier een honger van deze stream, zeg. Ja, ik heb zagen we net al die steken die nu deze stuff. Ik ga aangevallen worden hier, terwijl het niet gezegd wordt. Er wordt mij niet verteld dat ik aangevallen ga worden, maar ik ga aangevallen worden. Ja, dat zegt je gamewater. Zeg maar, als ik naar Belma Arena ga, kom ik altijd even langs die toko. Gewoon €5, broodje kipkerrie. Zullen we even op de troon gaan zitten? Ik weet niet of het kan, maar... Teringhandig, ik weet niet, man. Ik snap dat het handig is, maar ik weet niet. Ik vind het ook minder gezellig of zo. Kusjes! Ik zou in mijn eentje zou ik zo aan tafel zitten. Heraldic. Ja. Gewoon even kijken. Af en toe een stukje steak erop. Beetje sojasaus eroverheen druppelen. Vleeskeuring. Vleesstrips. Vleesstrips. Nou, hier komt hij hoor, de vraag. Jelle, wat is je mening over kaas van duur? Fucking lekker. Dat wil ik ook nu. Ik ga echt bijna over mijn nek als je het Ik vind het zo lekker, man. Ik zou echt een hele trog kaas op kunnen vreten. En er is nog iets goordes als er kaas in vlees zit. Daar hou ik niet zo van. Ik doe kaas van duur eigenlijk alleen maar met brood. Dat is ook het enige wat is toegestaan aan mijn mening. Daar is die. Is dat Sven? Moet nagaan. Ik weet dus waar die woont. Ja. Ja, zeker, Ramontjes. Vroeger waren die broodjes gewoon €2,50. Ja. Maar sowieso ook, nu als je tegenwoordig gewoon voor één persoon Nassi Moxie haalt of zo, is ook gewoon €12. Ja, maar dan kan je nog eventueel misschien twee keer vervreten. Lumpertje is ook heel lekker inderdaad, Brandon. Zeker. Die wil ik ook. Ik wil ook een lumper. Ik ga straks echt een hele lijp naar huis rijden. Via een paar hele vette wegen. Hij gaat via de verkeerde omwegen. Kant van de weg rijden. Nee, gewoon omwegen bedoel ik dan eigenlijk. Omwegen. Met allemaal... Vreten. Ik ga vanavond alleen maar fucking chili con carne eten. Misschien nog wel een goed snackje erbij zoeken. Ja, dat. Ik denk dat ik ook iets in de oven ga oversnacks. Mexicanootjes of zo. Met uien. Mm. Niet met uien. Ja, ik hou niet van uien, man. Ja, ik vind de uien lekker. Ik bedoel, door de nasi is het prima. Maar ik hou er gewoon echt niet van. Door de nasi is oké, maar gewoon... Ja, zo'n chili con carne. Nee, maar dan gooi ik heel veel ei doorheen. Precies. Fucking lekker. Maar gewoon over patat, lekker, over dat soort dingen. Nee, man. Oh. Fuck no. Patat mayo ui. Don't attack me. Nee, ik word er gewoon een beetje boos van zelfs. Uien? Ja. I love uien, man. Beer happy.
Ik hou dus niet zo van pindasaus. Dat eet ik nooit. Nee? Oh. Kijk, Sarcasm Kevin woont gewoon in Spanje. Al die snackbar talk voor jullie. Maar in Spanje heb je toch zoveel Nederlandse snackbars? Ja, joh. Je kan gewoon importeren. Je kan zelf een frituur kopen, toch? En dan daar frituren. Of een airfryer, als je echt harde papi bent. Ik denk dat het een einde moet erbij, om. Ja? Ja. Je had niet die Griffin nog even... Nee, gepakt. Ik ga hem niet meer tegenkomen, denk ik. Nee. Ga die ook hard vanavond? Ik ga vanavond heel hard in Rise of the Ronin. Ja, moker hard. Ik kom niet achter mijn niet meer achter mijn tv vandaan. Ik ga echt alleen maar die shit spelen. Ook op de bank liggen, maar ik weet nog niet met wat. Ik weet wel dat het na heel veel lekker vreten is. Kijk, Slyskun gaat met zijn maat een karaoke party doen. Heeft iemand nog tips voor San Francisco? Bloemen in je haar. De junkies op straat. Dat schijnt daar. Ik ben benieuwd. Want er is natuurlijk altijd heel veel politieke shit links versus rechts. En San Francisco is een hele linkse stad. Mm-hmm. Men zegt, onder andere ook Elon Musk, die daar natuurlijk een hoofdkantoor van X heeft. Dat fucking... Kijk, met de tentjes ken je wel van Los Angeles. Dat in San Francisco keer 100 is. En ook de drugs use en poep op straat en al die fucking shit. Ja, de kloof tussen arm en rijk is gigantisch daar. Ik ben heel benieuwd of dat echt zo is. Ja, ze hebben toen welkom op Vleesstrips. Vleesstrips. We zijn in San Francisco. San Francisco. Hoe heet die beesten ook weer? Die zitten daar ook. C-100. Die groter. Ja, maar er is bijvoorbeeld inderdaad wat Mr. Fancy Pants zegt. Er is echt een app waarin je nu kan zien waar de poep op straat ligt in San Francisco. Nee. Ja, echt waar. Nee, dat is echt waar. Nee, doe het maar. Het Cure-app. Cure-app met dubbel P. Heel sick. Keihard. Graag gedaan, Dolphin. Jij ook een hele fijne avond, jongen. En een fijn weekend. Ja, nee, je hebt daar natuurlijk, wat ik zeg, je hebt daar dat haventje met die zeeleeuwen en die food market-achtige ding. Mm-hmm. En voor de rest inderdaad gewoon zwervers. Was hem, jongens. Ik zou premium monies betalen voor Jelle's Food Channel. Ja, dat gaat er ooit misschien nog wel komen. Ja, voor vleestrips. Moeten we dat niet gewoon gaan produceren? Ja, dat zou heel vet zijn. Dat heeft niks nerdies. Nee, vleestrips. Ja. Vleestrips. Welkom vleestrips. Ik vind het zo'n lompe naam. Ja. Ja. Maar vleeskeuring vind ik ook leuk, hoor. Nee, dat is al te grappig. Kijk, ons is grappig. Nee, gewoon vleestrips. Vleestrips. Ja. En dan gewoon aan elkaar geschreven ook. Dus je kan ook strips. Trips. Vlees. Vleestrips. Vlie. Ja. Ja. Volgende pandemie ga ik weer streamen. Ja. Ik stream heel veel. Alleen niet voor mezelf. Nee. Dat heb je ook wel op een gegeven moment wel gehad. Nee, hoor. Wat is dit voor een poppetje? Dat hoort je moet een knopje drukken. Je moet een knopje drukken, Jelle. Druk even een knopje in. Ja, waar zit het knopje? Dat op de zijkant. Dus nee, op de bovenkant. Alleen een van die torentjes aan de zijkant. Wat? Nee, iets. Ja, daar. Oh. Ja. Oh. Fucking hard, toch? Dit zou ook een goede box. Hier zou ik ook gewoon tv op kijken. dat bedoel ik. Wow. Heftig. Ga dit eraf? Nee. Doe even normaal. Gaat hij zo vliegen? Vleestrips. Kots en koos. The running gagger. Dat was het. Zeker. The running gagger. Kotsen is content. Is ook een item. Ja? Ja, oké. Okay. En als we dan gewoon ons voor opening tune gebruiken, de X-Men theme. Ja man, ik voel het wel. Vlees. Welkom bij Vleestrips. 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 Ja, dat is het. Dat is heel we zijn er. Ik wou het zeggen, we zijn er. Je gaat ook zo in joelen. Je laat gewoon de AI, laat je ook gewoon zoiets maken. Ja. Of we doen het voor een greenscreen. Dit schrijft zichzelf. Ja, het is heel makkelijk. Hey, jongens. Content is zo makkelijk. Mag ik jullie, voordat wij eruit gaan, nog even wijzen op het feit dat je dus dat twee werelden samenkomen. MSC en Dragon's Dogma. In de vorm van, als jij een monitor koopt, een van deze vier. In dit geval, deze week. Geval. Want het is ook RTX week, zie je dat? Ja. 800 piek korting. Krijg jij Dragon's Dogma 2 erbij. Gratis en voor niets. Hekker. Maar dan heb je natuurlijk ook wel een premium monitor. Zoals deze fucking OLED. Ik ga ook wel eventjes inderdaad samen met Jay even afspreken dat we een keer een lijpe deal doen voor die case die wij alle twee willen. Ja, de case en 32 inch OLED monitor. Oeh. Fuck yeah.
32 inch 4K OLED monitor. Lekker wel, lauwe kolen. Ik wil 227. Ja, ja ik weet niet. Ik hou toch van twee losse schermen. Heb je wel eens op ultra wide gewerkt? Ja. Dit is gewoon gewenning natuurlijk, maar ik vind het gek. Twee los is lekkerder. Ja, vind ik lekkerder. Ja. Heel raar, maar ik weet niet waarom. Nee, sinds ik ultra wide heb, ik vind het tweede scherm eigenlijk kut. Ja, maar ja, snap ik ook wel hoor. Dat, Morgenochtend komt de review online van Dragon's Dogma 2. Tipje van de sluier, hele kunst. Zeg ik niet. Zeg ik lekker niet. Nou, ik denk dat wij hier al een goed gedeelte van de lol hebben kunnen zien. Zeker. Tijdens de stream. Ja. En of dat in positieve zin of negatieve zin wordt doorgezet in de review, dat zie je morgenochtend. Dus ik wil iedereen van harte een heel fijn en gelukkig en gezellig en hopelijk ook een klein beetje zonnig weekend wensen. En dan zien we jullie allemaal maandag weer. Doei! Bye! Thanks voor het kijken. Doei!